vergeten, want het was zijn eerste profkoers. Mathieu van der Poel, die net belofte was geworden en als junior overkwam met een wereldtitel uit Firenze in 2014. Voilà, de niet zo droge omstandigheden bij de start. Gelukkig konden de renners van Axel Merckx op het podium nog een beetje schuilen voor de regen. Dat deden andere renners ook, zoals Andreas Goeman van Tartoletto, de ploeg van Peter Bouwens. Dit is Enzo Wouters, nu bij Tartoletto, ex-lottorenner. En veldrijders komen ook wel graag in de maand mei om een beetje kilometers te maken. Thibaut Nijs is erbij, de op één na jongste in de wedstrijd, samen met onder andere zijn ploegmaat en kopman, zal ik maar zeggen. Toon Aerts, de veldrijders hebben natuurlijk een hele poos nog om erin te komen als het veldrijdseizoen begint in september. Dit is Piotr Havik van de Beat Cycling ploeg, samen met Stefano Museu, de zoon van Johan, ook hier aan de start van deze Ronde van Limburg. Dit is de Japanse tuin in Hasselt. Zeker het bezoeken waard, uiteraard, om eens langs te komen, als dat allemaal weer mag. We moeten met twee woorden blijven spreken, uiteraard. En zo kunnen we verder gaan met de ploegenvoorstelling. Fabio van den Bossen is een van die jonge jongens die als junior erin slaagde om Remco Evenepoel te kloppen. En een pistier ook, een goeie. Dit is Le Régional de l'Étape, zoals we dat in Frankrijk noemen. Amaury Capiot, een snelle man ook, die misschien wel kan meesprinten straks hier in Tongeren aan de aankomstlijn. En Jens de Busseren, waarom niet? Ex-Belgisch kampioen, ook hij snel, maar misschien andere mannen die naar voren worden geschoven in zijn ploeg. Kobeco Assos is een van de drie World Tour ploegen aan de start, met de man die daarnet het weinige publiek, want het waren vooral journalisten en fotografen en cameramensen die aan de start stonden. Groeten, Dimitri Klaes. Zeker een man waar we rekening willen mee houden om de finale te rijden, zullen we maar zeggen. De abdij van Herkenrode in het mooie groene decor. Grasveld is daar goed gemaaid. Maai mij niet, hebben ze hier niet naar geluisterd, naar die slogan. Dit is een school, het instituut Mariaburgt, met een hele mooie omwalling. Het parcours straks tussen Hasselt en Tongeren, u gaat dat straks wel zien. Dat is een heel mooi parcours. Flanders Classics, dat deze wedstrijd voor het eerst in handen heeft genomen als organisator, is blij dat het nu ook in de regio Limburg een beetje kan tonen dat ook daar parcoursen liggen waar er mooi kan gekoerst worden. Timothy Dupont, dat is natuurlijk een snelle man waar we rekening mee houden, mocht er gesprint worden samen met deze Danny van Poppel voor Intermarché Wanty-Gobert. Kijk wie hier nu aan de start staat. Guillaume van Kersbulk gaat een van zijn eerste koersen rijden bij zijn ploeg Alpecin Phoenix. Links staat Marcel Meisen. Dat is een veldrijder ook natuurlijk in die ploeg van de broers Roodhoofd. Kampioen op de weg van zijn land. Maar dit zou wel eens de grootste favoriet kunnen zijn voor de overwinning. Tim Merlier is vanuit de Giro toch naar hier mogen komen. Want je moet het natuurlijk wel eerst vragen aan de organisator als je weggaat uit een grote ronde om te mogen deelnemen aan een koers. Florian Vermeers zal deze John Degenkolb assisteren bij Lotto Soudal. Zoals gezegd, een van die drie ploegen uit de World Tour. Druilerig, grijze wolken onder het startschot van de schepen van Sport van Hasselt zijn we officieus vertrokken om 2:30, zoals gezegd. En dat was voor een kilometer of 6 defilé van de officieuze naar het. De hele start in en rond Hasselt. De man die uit het dak van de auto.
Scott Sunderland, de koersdirecteur. Hij zwaait met de vlag. En dan kunnen we eraan beginnen om 2:12. Thank you.
personen in groep. Samen tegen corona. Mondmasker verplicht. Maximum 4 personen. Samen tegen corona. Mondmasker verplicht. Maximum 4 personen. Van de partij op 88 kilometer van de streep. We zijn iets over half koers met onze drie leiders. Op kop Brent van Moer van de Lotto Soudal-ploeg. In zijn wiel zit Cédric Bulles, dat is een man van Sport Vlaanderen Baloise. En achteraan bij de neutrale assistentie even. Ik kan overkant, hè.
over te gaan nemen van Sven Burger van het Beat Cycling Team. Van Moer is 23, Bulles en Burger zijn elk 24 jaar en Bulles en Burger, pardon, die is dat maar eergisteren pas geworden. Dus hij kan zichzelf een soort van laat verjaardagsgeschenk. Gunnen door hier nu op kop in de wedstrijd in beeld te komen rijden. En op die manier kunnen we de jongens straks van dichterbij even bekijken met die voorsprong van nu 3 minuten en 18 seconden. Vertrokken na een kilometer of 60 in de wedstrijd. Tot dan weinig of niks gebeurd. Een geschiedenisloze ronde van Limburg tot dan. En nu zijn ze vertrokken en via een minuut 50 de voorsprong. En 45 seconden op kilometer 90 was dat. Dit is het peloton dat nog niet echt aanstalten gaat maken om te gaan jagen. Het is natuurlijk nog een tijd te rijden. Laurens de Vreeze rijdt daar ook voor Alpecin Phoenix achter de brede rug van Guillaume van Kuijsbulk. De mannen van de Busseren zitten daar ook. En op kop Kubica Assos. Nu al aan het werken voor allicht Dimitri Klaes. Voilà, dit zijn alle gegevens tot nu toe. Ik ga deze namiddag heel graag commentaar geven met een co-commentator, José de Kouwer. Welkom bij Sporza, José. Ja, welkom inderdaad, ja. Alsjeblieft. Ja. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat heb jij met de Ronde van Limburg? Niets. Jawel. Jawel. Ja. Vertel het. Ja, nee, ja. Ik ben getrouwd met een Limburgse vrouw, dus dat is al iets. Ik kan een beetje Limburgs accent. Ik kan er om lachen, maar ik mag daar niet om lachen, uiteraard. Zullen we niet doen? Dat neemt men niet altijd kwalijk. Dus ja, wat heb ik met Limburg? Wel, ik ben hier het parcours gaan verkennen voor een gedeelte dan toch. Ook een paar bergen waar ik, of bergjes, Borgloon, waar ik niet door mocht. Maar het is echt mooi. Ja. Ik ga nu niet slijmen. Ik ga echt helemaal niet slijmen. Maar als de zon schijnt en daar net waar de renners een klein beetje zicht op hadden, dan het is net voldoende heuvelend om overzicht te krijgen over hele mooie landerijen en regio. Ja, het is een hele mooie, vind ik persoonlijk, een hele mooie koers die best nog wat opwaardering zou mogen gebruiken. Maar laat ons dit gebruiken als opstap naar de toekomst toe. Het feit dat Flanders Classic zich daarmee is gaan bemoeien, zal het alleen maar beter maken.
Dus ik denk dat dit wel eens een hele mooie koers kan worden. Ja. En nu al zal zijn. Mm-hmm. De start overigens in Hasselt voor de komende 3 jaar. Dat ligt al vast. Dus dan kan je beginnen bouwen. Hè? Ja, dan kan je beginnen bouwen. Ik denk dat je zelfs... Je mag in Hasselt uiteraard starten. Dat is heel goed. Maar je moet in Hasselt niet aankomen. Omdat je hier zo mooie regio hebt. Van Borgloon en Tongeren. En hier helemaal in de buurt. Kortesem en andere dorpjes. Dat het echt wel... het is mooi. Het is echt een moeite. Overigens... Is dit niet voor het eerst, want ook de Baloise Belgium Tour is hier al vaak voorbij gekomen. En regelmatig zit er een Limburgse rit in dat parcours ook. Trouwens, nu we het daar toch over hebben, straks in juni eindigt de Baloise Belgium Tour in Beringen. Slotetappe van Turnhout naar Beringen. Het is een echt oude wedstrijd. Het is een wedstrijd die met geschiedenis toch gehad. Ze hebben hier regionals de etappe gehad. Frans Hoeben en anderen die hier echt wel... voor jullie gemaakt hebben, zal ik maar zeggen, in deze regio. Hè. Dus het is een beetje verminderd de laatste jaren, maar hier hebben altijd wel hele goede wielrenners gezeten. Absoluut. We gaan daar direct even naar kijken, naar die eerlijst. Overigens, eerste editie in 1919. Toen was ook jij nog niet geboren, José. Nee, het is maar best ook. Maar dus, de Ronde van Limburg bestaat meer dan 100 jaar. En dat is toch wel iets wat weinig mensen weten, denk ik. Met heel vaak wat onderbrekingen is die eerlijst dan samengesteld geraakt. Maar kijk, in 1919 begon het met Henri Moerenhout. Dat was een cyclocrosser uit Overijse. Dat was de eerste man op de eerlijst. Meen je dat? Voilà. Ik weet dat, ja. Fantastisch. En dan is het in 1920 ook nog wel eens Ronde van Limburg geweest. Een onderbreking dan. Maar we stellen wel vast dat dus na de Eerste Wereldoorlog er gekoest werd. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er gewoon doorgereden in 1941. Tot 1970 was er weer een hele lange reeks. Met onder andere Georges Klaas op de eerlijst in 1947. De dubbele winnaar van Parijs-Roubaix. En de opa van mijn motaar nu op dit moment, Tom Klaas. Absoluut. En er staat nog een motaar op de eerlijst, José. Ja, dan moet ik verder gaan kijken. Dan moet je zelf gaan kijken. Ik weet dat. 1964, Jos de Wit. Ah ja. De man met de kenmerkende snor natuurlijk. En de man die zoveel koersen voor ons heeft gereden. Maar dat was geen veldrijder, hè? Dat was geen motocrosser. Dat heb ik ook niet gezegd. Nee, dat was een motocrosser. En renner en motocrosser. Dat is nog strammer. Dus als je dan met zo iemand achterop de motor mag zitten om koersen te verslaan, dan voel je God in Frankrijk, Jos de Wit. Met wie ik 17 keer onder andere de Ronde van Frankrijk heb mogen rijden. Peter Post in 62. José, dat was de eerste niet-Belg. Ja. Op de eerlijst. Ja, ja, ja. En voor de mensen uit Averboden en omgeving zal ik toch ook maar Roger Baens vernoemen. Roger die ons onlangs is ontvallen. Maar dus een ex-ploegmaat van Rick van Looy staat hier ook op de eerlijst. Zelfs Rick van Steenbergen in 1949 staat hier op de eerlijst. En dan komen, zoals daarnet gezien op de pancarte, in 1994 met Mark Wouters de langste reeks na elkaar, is er een onderbreking geweest van 18 jaar, geen Ronde van Limburg. En dan is het opnieuw herbegonnen. Maar mannen als Daniel Willems, Ludwig Wijnands, Erik van der Aarde 2 keer, zelfs Eddy Plankaert, die staat op de eerlijst. En dan de jongste jaren hebben we daarnet kunnen zien met vooral de veldrijders Mathieu van der Poel, Wout van Aert daarbij. Maar ik heb me laten vertellen, José de Kouwer, jouw eerste koers als ploegleider was de Ronde van Limburg. Ja, klopt, ja. En dan moeten we terug naar? 1981. 81. Het jaar dat Ludwig Willems Wijnands wint. Het jaar dat Ludwig Wijnands wint. Ja. Maar niet start in Tongeren, uiteraard. Ook niet aankomen in Tongeren. Sint-Truiden. Sint-Truiden was toen nog. Ja. De fruitveiling, hè. Juist. Ja, absoluut. Hoe nerveus was José de Kouwer als eerste keer ploegleider? Je redelijk nerveus. Alhoewel, ik was nerveus, ja, tuurlijk. We starten, dat is op, er is een verhaal aan, hè. We starten en die wedstrijdradio die begint af te roepen en alles. En ik zit in die auto, ja, ik voel me een hele peet natuurlijk. En we zijn 20 seconden weg, we zijn een half minuut weg, een minuut weg. En er wordt geroepen langs de radio. Post, die gaat zo halve baan rijden. Om jou niet door te laten? Om mij niet door te laten. Zo. Die had mij niet zien komen. Hè, wat had ook niet gehoord dat DAF-trucks geroepen werd. Natuurlijk wel, maar hij wilde mij een beetje jennen. Op zijn Nederlands een beetje pesten. Ik super nerveus. Half een auto de stoep op. En toch proberen passeren. Ik passeer heel nipt, maar iets te nipt. Spiegel tegen spiegel. Met als gevolg
mijn spiegel klapt naar binnen en die van Peter Post klapt naar buiten, naar achter dus, of naar voor, die klapt er gewoon af. Af. Ik kom bij Kuiper, die zit daar zonder handen te rijden, want we zaten nog in de neutralisatie. Hoe gek kunnen zijn. Ja. En die kijkt zo en die doet alsof hij zijn stopwatch afdrukt en die zegt, 27 seconden, dat moet de volgende keer rapper gebeuren. Ik dacht, godverdomme. Test. Oh, sorry. Test. Ik dacht, ja, wat nu? Ja. En ik moet terug naar achter. Ik moet terug voorbij Post. Wat gaat dat geven? De grote Peter Post. Ik was zo 10 seconden aan het terugzakken en ik dacht, ja, ik moet mij vermannen. Hè. Ja. Ik moet mij echt vermannen. Dus ik doe mijn venster open en Post die zit al te schreeuwen uit zijn auto. En ik zeg, je weet het, als ik kom, aan de kant gaan. Hè, want ik reis er allemaal af uw spiegels. Dat was echt bluffen. Ja, bluffen, zoals ik nooit gebluft heb als in mijn 30-jarige, leven. 30-jarige, dat is durf. Ja, ja, maar ik zat eigenlijk te schudden en te beven in mijn auto om het zo te drukken. Maar ik had wel al 5 jaar in Nederland gekoerst. Dus ik had me al een klein beetje Nederlandse brani, zal ik maar zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft mij wel onmiddellijk een stempel gegeven. Pas op, als zo'n komt, maak dat op iedereen zijn. Want niet overdreven, maar Post ging mij echt... ja, die ging mij een beetje... Ja, als eerstejaars en als eerste koers ging die mij een beetje... Ja, een beetje pesten zoals dat gebeurde. Hè, maar... Zonder dat ik het wist, heb ik daar een ongelooflijk manoeuvre gedaan. En dit heeft jou geholpen in de rest van jouw ploegleiderscarrière? Maar ik heb geen spiegels meer afgereden. Zo. Het was niet meer nodig? Nee, het was niet meer nodig. Het was ook niet de bedoeling. Het was ook zeker niet mijn bedoeling in aanvang. Ja. Dus, maar ja, ik bedoel maar... Mooi verhaal. Het is mij wel altijd bijgebleven, moet ik eerlijk zeggen. Kan ik geloven. Debuut van José de Kouwer als ploegleider in de Ronde van Limburg. Voilà. En nu zijn we terug in die Ronde van Limburg. Op glooiende wegen, dat ziet u, maar... Zon schijnt. Fantastisch. De zon ergens schijnt, is het overal mooi, José. Absoluut. We zijn op 80 kilometer van de streep. En dat betekent dat er al een aantal heuveltjes dus achter de rug zijn. In totaal 14. Je zou het hier niet nageven in de streek, maar hier liggen wel wat heuveltjes, hè? Hier liggen wat heuveltjes. Serieus, want winter hebben we er net, als ik het verhaal aan het vertellen was, al een voorbode van gezien. Dus er kan hier nog wel, als er een ploeg is die sterk genoeg is, en dat is nog maar de vraag. Want er zitten wel een paar goede renners bij, maar de ploegen zijn in de breedte niet zo heel sterk. Als er een ploeg is die het aandurft om van de wind gebruik te maken, dan zou het wel eens kunnen volledig in stukken en brokken vallen straks. Daar zijn ze bij Kubeka Assos een beetje mee bezig nu, samen met Alpecin Phoenix, want... Deze Dimitri Klaes, die gaat straks wel nog naar voren schuiven, nemen we aan. Want dit is niet zijn plaats. Dat zal het beste zijn, hè. En natuurlijk Tim Merlier. Vind je het oké dat Merlier hier is? Dus opgave in de Giro, vorige dinsdag neem ik aan, wat dat het was, met de rustdag, ja. En dan ja, met maagproblemen en of vermoeidheid... Bedoel je dat hij hier mag starten? Vind je dat oké dat hij hier mag starten? Of vind je het oké qua zijn wedstrijdprogramma? Voilà, dat tweede bedoel ik. Dat lijkt mij, ja, als hem inderdaad vermoeid uit de Giro gestapt. Ja, na 10 dagen kan je nog niet echt volledig op zijn, om het zo uit te drukken. Want mentaal... Naar ritwinst. Ja, zeker het, niet. Ja. Niet kapot gaan. Dan nog eens de pech had van daar zijn klikpedaal te schieten. Want ja. Anders was hem toch zeker podium ook daar. Juist. Dus ja, een hele goede Giro gereden. Misschien zo het idee van, het is genoeg geweest. Ik heb het hier, hetgeen allemaal lag gaat komen, is niet spek voor mijn bek. Mm-hmm. En dan kan ik het misschien maar beter op een andere manier doen. Het zou best kunnen dat hij vandaag op die manier de koers wint. Want is in principe de... meeste van het kwaliteitsvolle en de beste renner hier aanwezig, om het zo uit te drukken. Dus natuurlijk, als je John Degenkolb gaat bijrekenen qua palmares, is dat nog een ander verhaal. Maar ja, dat is de man van het moment, is toch wel Merlier. Absoluut. Het kasteel van Widooijen, dames en heren, ik heb u gezegd, we gaan regelmatig, zoals dat dan officieel heet, wat points of interest tonen. Dat zijn dus de leuke en de mooie plaatjes van...
op en rond het parcours. En er is wel wat te zien, het een en het ander. Dit kasteel van Widoe bijvoorbeeld is een kasteelhoeve in Maaslandse renaissance. Voor wie het interesseert, vormt een gesloten geheel bestaande uit 4 vleugels rondom een rechthoekige binnenplaats, dateert uit de 16e eeuw. Kan je dat wat op prijs stellen, José? Ja, die absoluut. Mooie gebouwen? Ja. Helemaal. Voor Evan Burtnik, ja, we gaan nog van die kastelen en die mooie gebouwen zien. Het is er heel, heel mooi in deze streek. En zoals gezegd, ja, laat dit inderdaad maar een provincie zijn die ook koersminded is. En ja, laat deze koers maar echt een koers worden dat een koers is, om het uit te drukken. Beter, nog een beetje beter gestoffeerd met meer en betere renners. Ja. En dan dat kan dit wel uitgroeien tot iets heel mooi. En ook als je reclame wil voor de regio, met alles wat ze hier hebben van fruitteelt en andere zaken allemaal, dan zou ik zeggen, dan is dit wel het gepaste plaatje. Aspen Gouw, inderdaad. Doordat je aangeeft een misschien beter gestoffeerd deelnemersveld, gaan we dan naar een andere plaats op de kalender moeten? Dat zou kunnen. En dan ben je met Flanders Classics als compaan eigenlijk wel aan het juiste adres. Absoluut. Voor de mensen die naar de Giro hebben gekeken, is het geen nieuws meer. Ik geef het mee voor de mensen die de Ronde van Limburg en sinds 4:15 al bij ons zijn. Maar Egan Bernal heeft nog maar eens getoond waarom hij de roze trui draagt. Want de, ik zal misschien maar zeggen, geamputeerde koninginrit van vandaag in de Giro heeft hij met brio gewonnen. Kleine halve minuut voorsprong op Romain Bardet en Caruso, die samen 2 en 3 werden op 27 seconden. En daarna is het een slagveld geworden dat Bernal heeft aangericht. Bijvoorbeeld de tweede in de stand. Simon Yates eindigde op 2 minuten en 37 seconden. Hij staat dan ook niet meer tweede in de stand. Yates is teruggezakt naar de 5e plaats. De tweede in de stand heeft nu al 2 minuten en 24 seconden achter op Bernal. En dat is Caruso, de man van Bahrein. En dat is toch wel een beetje verrassend, José. Ja, dat is een verrassing inderdaad. Ja. Als je 2 jaar geleden zou gezegd hebben, Caruso gaat top 2 rijden of podium rijden in de Giro, dan zou je daar een beetje verwonderd van staan. Is bezig aan een hele goede Giro. Valt niet weg. Nee? En blijft op zijn niveau niet vechten tegen Bernal, maar vecht voor zijn plaats. En we zien wel, Yates leek eigenlijk de voorbije dagen erdoor te komen, waarvan ik dacht, ja, misschien krijgen we toch nog een wedstrijd. Maar dan bovenop de Zonkolan was het weer even echt zo een keer echt uitpakken. Ja, dat is echt wel sterk. Echt wel sterk. Ook al was dat niet voor de eerste plaats. Maar dan dachten we toch nog, misschien Yates. Staat vandaag ergens geschreven dat Yates de voorbije week of de voorbije dagen, de voorbije week dan toch nogal wat problemen zou gekend hebben. Staat niet exact bij wat, maar voelde zich alsmaar beter worden. En dan leken de uitslagen ook naar. En ja, dan moeten we zeggen, ja, Bardet of Bernal als winnaar van de Tour. Hè. Uit naar hier gekomen als grote favoriet. En voor zo'n grote ronde komen er dan nog altijd favorieten naar voren met stip. En dan gaat men van alles en iedereen op een duur nog kandidaat-winnaars maken. Ja. Maar nu zien we wel dat Hugh Carty, die een podium rijdt in de Vuelta en andere zaken, er nu nog altijd goed voor staan. Mm-hmm. En Vlasov, de jongeren die ging komen om misschien wel ook een podium te rijden, die nu van dat podium wegvalt voorlopig. Dus ja, je ziet hoe moeilijk het is en wat de kwaliteit van een goede Bernal is. Hè. En die derde week, die komt er nu aan. Hè. Die derde week... Iedereen heeft over de derde week gesproken, maar ja, die begint nu. Hè. Die begint nu, morgen een rustdag. Ja. En dan krijgen we nog een paar lange... 3 bergritten. Ja, en lange etappes. Etappes twee keer van 200 kilometer. Bergop, hè. Ja, van 200 kilometer. Remco Evenepoel, José, gaat niet meer meedoen. Dat wisten we al een tijdje. Terwijl we de landcommanderij Alden Biezen even toch nog voor gaan nemen op Remco Evenepoel. Die gaat ons dat niet kwalijk nemen. Schitterende beelden van deze landcommanderij. Commanderij, pardon, met aan het hoofd. Een landcommandeur was de hoofdzetel van de Balije Biezen, van de Duitse orde in het land van Maas en Rijn. Vanaf 1220... allemaal ver geleden, tot het einde van het Ancien Régime. Ook daar is het gras mooi gemaaid, heb ik zo de indruk. De 10 onderhorige commanderijen vielen onder het gezag van Alden Biezen en lagen verspreid over het huidige Belgisch Limburg, Nederlands Limburg,
Vlaamse Brabant, Noord-Brabant en het huidige Duitse Noord-Rijnland. Tegenwoordig kan men in de nachtelijke uren, José, dat is misschien eens voor jou, een beleefd parcours meemaken. Een klank-, beeld- en lichtspektakel op de historische site, waarbij de 800-jarige geschiedenis van het domein virtueel tot leven komt. Ja, mooi. Maar zelfs nu ook in coronatijden, of is dat nog even wachten? Dat weet ik niet. We gaan even wachten. We gaan nog even wachten. Maar terug naar Remco. Hij is 58ste geworden, José, vandaag. In die zogenaamde koninginrit. Die misschien nog een schildknapenritje is geworden door de sneeuw en het slechte weer. 24 minuten verloren. Hij staat nu 19e op een 28-tal minuten van Bernal. Ik heb van deze week gelezen, als het top is, is het op, zegt Patrick Lefebvre. En dan halen we hem uit koers. Dan halen we hem uit koers. En dan als ze vinden, en de dokters en de trainers moeten daarover beslissen, en hij zelf ook wel natuurlijk, als het top is, dan is het top. En is dat een ramp? Nee, dat is geen ramp. Was dat vooropgesteld? Nee. Ja, komt Remco nu zichzelf niet verschrikkelijk hard tegen? Remco niet. Allemaal. Wij allemaal. Wij allemaal. En zijn omgeving. Die dit niet hebben zien aankomen. Maar ik denk dat je kan veel meten en meten is weten. En men pretendeert soms van alles te kunnen meten en te weten. Maar de reactie van een lichaam na een zware val en 9 maand weg zijn van competitie, denk ik niet dat men kan meten. Denk ook niet dat men dat kan weten, de reactie van een lichaam. Want binnenin kan van alles gebeuren. Geestelijk kan van alles gebeuren. Mentaal kan er van alles gebeuren. Er kan zoveel pech mee gemoeid zijn en van alles en nog wat. Ja, dat het lichaam op een bepaald moment katabool begint te werken. Dat je zelf begint af te breken, om het zo uit te drukken. En daar moet men voor oppassen. Is dat goed voor zijn carrière? Dat is nooit goed voor zijn carrière. Is dat een ramp? Nee. Helemaal niet zelfs. Maar geldt niet voor iedereen? Koers is geen training? Dat geldt voor iedereen, maar men probeert dat de laatste jaren alsmaar te veranderen. En we gaan zien, nu ook weer in de Tour. Pogacar komt naar de Tour, in principe zonder, misschien nog met de ronde van Slovenië erin. Juist. Of Slowakije. Maar Tadej Pogacar heeft al een ronde gewonnen. Ja. Is al derde geworden ook in de Vuelta. En heeft ook geen zware val meegemaakt. Nee. En heeft dit jaar al gekoerst. Voilà. Heeft al gewonnen. Ja. En wat allemaal. Juist. Ja, met Luik Bastenaken, ja, Luik. Ja, ja. Erbij. Ja, ja. Ik bedoel, dat is een andere situatie. Dan vertrek je niet van 9 maanden geen competitie. Het gaat toch een gigantische leerschool geweest zijn, deze Giro, voor heel de familie, de koning Quickstep? Ja, tuurlijk. Zoals ik er net zei, ja. Ja. Maar ik vind het eigenlijk voor Remco oké, dat is jammer. Moeten we daarom minder zelf vertrouwen hebben in Remco? Nee. Moeten we daarom minder vertrouwen hebben in zijn omgeving? Nee. Dit is gewoon een back to reality, zal ik maar zeggen. Iedereen met de voeten. Iedereen. Hè? Ook de media. Ja, ja. Die altijd als eerste staan om... Er zijn zelfs roze kranten gedrukt, hè, José? Ja, ja. Maar die worden elke dag gedrukt in Italië. Maar niet in Vlaanderen. Nee. Goed. Ik weet wat je bedoelt. Ja. Er bestaan geen mirakels in de sport. Nee, er bestaan geen mirakels. En ja, een paar dagen toen de eerste tikker kwam, dacht ik bij mezelf... Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Want er komt toch een dag dat je dat iets moet meemaken. Juist. In je leven. Mm-hmm. Al was het maar gewoon om zen te worden terug. Zen te worden terug, ja. En nu is dat helemaal het verhaal van Remco na die 9 maanden afwezigheid. En als er dan toch zo'n moment komt, is het beter nu. En heel vroeg in zijn carrière. En heel vroeg in zijn carrière. Om het zij... En ik ga niet zeggen dat hij niet wilt luisteren naar mensen. Maar om gewoon toch op tijd en stond... Verken samen met ons de aankomststrook, beste kijkers. Hier gaan ze straks nog een keer doorkomen, want ze gaan nu beginnen aan de tweede ronde van 39 kilometer. Dus de heuveltjes en de kasseistroken die komen straks nog eens voorbij.
En de laatste passage aan de finish luidt dan een ronde in. Een slotronde van 32 kilometer. En zo komen we dan aan die 200 kilometer voor deze 73ste editie van de Ronde van Limburg. José, ik geef even mee. Het klank- en lichtspektakel in Aldenbiezen vindt plaats. Ondanks coronatijden kun je er naartoe. Het zal niet voor vanavond zijn. Het zal niet voor vanavond zijn, maar dan komen we op een andere dag terug. We zullen niet straks komen, hè? Voilà. De Boplan bescherming en hier ook aan de finish. Ik heb daarnet, er staat nu geen volk, maar ik moest nog even een plasje maken. En dan kom je terug langs die afrastering hier, naar onze cabine. Dat is gigantisch indrukwekkend om daarachter te staan. En het gevoel van veiligheid ten opzichte van de renners voel je zelfs achter die platen. Ja, je voelt je eigenlijk bijna in de grootprijs van Monaco, maar dat is niet waar. Het scheelt niet veel, maar je voelt zelfs als toeschouwer de bescherming. Dus ik kan ook mee. Het is een plus in de werkelijkheid van de koers. Ja, absoluut, absoluut. Dit is een, absoluut een surplus. Uiteraard gaan er nog nieuwe soorten boplans komen. Maakt allemaal niet uit wat er nog gaat komen. Er gaan ook bedrijven zijn die zich gaan opgooien. Men gaat dit nog, misschien nog kunnen verbeteren dat het op een of andere manier, hoe zou ik het zeggen, minder plaats. Want het pakt heel veel ruimte in. Veel plaats in, dat is waar. Het pakt heel veel ruimte in. Al was het maar voor het transport. Gevoel, ja, ja, absoluut. Al was het maar om het goedkoper te laten plaatsen. Maar dat is ons probleem niet natuurlijk. Dat is dan weer het probleem van organisatie. Maar het is een, het beste wat ze de laatste jaren qua veiligheid uitgevonden hebben. Maar als je dit dan ziet, als je dit nu ziet in de ronde van Limburg. Ja. Ja, en je kijkt dan in de ronde van, wat is die andere koers? Italië. Wat ze daar allemaal uitsteken, weer al aan veiligheid. Soms. Ja, het is. Zelfs het verhaal dat daar mensen voor obstakels gaan staan. Juist. Dan heb ik zoiets van, ja, sorry. Schrijnend, hè? Ja. Die valpartij met er geweest zijn. Juist. Met Landa. Met Landa en zo. Dat, die man mag daar toch nooit staan. Doet iets anders. Is Danny van Poppel in de problemen gekomen? Of heeft hij een probleem? Maar dit was een snelle man waar we rekening mee hielden, José. Absoluut. En die moet er hier af. Ja, we zijn 130 kilometer ver. Dus we hebben die in Algarve bezig gezien. Daar was die relatief goed. Die werd daar bijna elke dag geklopt door dezelfde man. Maar dat maakt niet uit. Maar dit zou jammer zijn mochten we die verliezen. Inderdaad. Wachtend misschien op de ploegleider. Zou kunnen. 2 minuten 17 ondertussen nog. De voorsprong voor onze drie leiders. En dit lijkt op binnenrijden. Dit is binnenrijden. Dit is... Over en uit. De stick doorgeven aan Boy van Poppel dan maar. Die dan is zijn broer, hè? Ja. Vorige keer, toen de koers gereden werd, top 10 haalde. Het zijn mannen met baarden vooraan in het peloton. Guillaume van Kersbulk en Laurens de Vreeze. En zij hebben dus van die maximale voorsprong van 3 minuten 45 daar al een dikke minuut van weg gereden. Kubeka Assos is... prominent in beeld. En dan mogen we toch misschien wel denken dat Dimitri Klaes inderdaad zijn zinnen op deze koers heeft gezet. Ja, samen met Jansen van Rensburg, denk ik. Ja. Reinhard Jansen van Rensburg. En als World Tour team pakken ze hun verantwoordelijkheid in. Ja, wat goed is. En misschien leven die mee op de flow van de Ronde van Italië daarin. Met, 3 ritoverwinningen. Ja, fantastisch. Hè? En Kampenaars inderdaad gisteren. Ja. Het is aandoenlijk als je het is fantastisch. Het is fantastisch. Je moet ook een beetje meezetten. Ik heb mij zelden zo nerveus gevoeld met naar de koers te kijken. Echt. Ik voelde mezelf... die levensgevaarlijke, die afdaling, risico's nemen, bijna vallen terug, weg. En als Riesebeek gewoon 100 meter wacht, later om te beginnen sprinten. Ja, dan weet ik het nog niet, maar die begint gewoon veel te vroeg te sprinten. Ook dat... Hij zit heel goed in het wiel, houdt vast. En Riesebeek valt stil en hij rijdt hem gewoon voorbij. En dan heb je natuurlijk, wat wielrennen zo mooi maakt, die ontlading, die glimlach. Ik zie hem samen staan. Hoe hij over de finish reed. Ja, ik zie hem samen staan bij Renaat Schotten. Ja. Als je spreekt over blinken, dat was echt blinken. Absoluut. Onze lieve vrouw Basiliek, ondertussen prominent in beeld... En dat zullen ze hier in Tongeren natuurlijk heel graag zien. Wit en blauw, dat zijn de kleuren van Tongeren.
Tongeren, met Ivan Hosten onder andere. Blauw en wit, ja. De familie Daarden, hè? En de familie Daarden, zeker weten. Ja, ja. En lijklijsters. Voetbal en koers. Als een Vlaming daarover mag spreken, dan passeert de namiddag heel snel. Dit is een nieuwe naam, een jongen die we leren kennen in deze koers. Sven Burger. Beatcycling, zoals gezegd, pas 24 geworden. Het is zijn tweede koers van het jaar en de eerste reed hij vorige week in het circuit de Wallonie, waar hij 81ste is geworden. En nu mee in de aanval met Cédric Bullens hier van Sport Vlaanderen. Toch ook goed dat Sport Vlaanderen weer mee is in een ontsnapping, hè? Moet terzijde. Is het... Ja, je weet in principe dat deze ontsnapping niet doorgaat. Nee. Het is geen Giro-ontsnapping met 15, 20 man, waar maar, het klassement is, waardoor ze weg mogen rijden. Pak maar publiciteit. Ja. Ja, ja, je pakt publiciteit, maar soms moet je als renner oppassen. Als je hele goede benen hebt, dan moet je hier niet zitten. Ik denk, bijvoorbeeld, mocht ik van Moer zijn, dan zou ik hier niet zitten. Ja, Bernd van Moer is een ander verhaal dan Cédric Bullens. Ja, ja, begrijp je wat ik bedoel? Okay, ja. Dan zou ik hier niet zitten, dan zou ik proberen prijs te rijden. Een koers te rijden en prijs te rijden. Want of ze nu voor Degenkolop werken en hij zit hier mee. Ja. En ze werken voor Degenkolop en hij zit niet mee. Ja. Dat verandert dan de zaak niet. Nee. Dat kan hier, gezien het aard van het parcours. Hij heeft al een paar hele mooie dingen laten zien dit jaar. Dat zijn dit de koersen. Kijk, dat je dat doet in de Ronde van Vlaanderen, dan zeg ik oké. Ja, ja. Is dit wel mijn niveau van koersen nu waar ik het moet gaan doen? Dan vind ik dat eigenlijk jammer. Absoluut. Tumulus van Koningsem. U hoort het misschien in Keulen donderen als we deze hele mooie plaatjes aan u laten verschijnen. Maar de tumulus is de Romeinse benaming van een grafheuvel die opgetrokken werd boven het crematiegraf van een vooraanstaand burger. Ons land telt 63 tumuli. Wist je dat zo zeggen? Ja, want ik heb ook die dingen gelezen, Points of Interest gelezen. Ja. Waarvan, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb nog redelijk wat bijgeleerd. Ja. Ja, ja, ik ook. Als je dit allemaal leest. Ja. Ja, ja. En... Tumuli, waarvan de grootste concentratie grafheuvels aan beide zijden van de Romeinse kassei van Bavay over Tongeren naar Keulen ligt. Je leert wat bij als je naar de koers kijkt. Ja, soms zie ik in mijn tuin ook zo van die tumuli's komen, maar dat is dan iets anders. Is het goed dat Guillaume hier het pak leidt? Ja, Guillaume. Goh, ik vond het zo jammer op het moment... Zou het jammer zijn dat er geen coureur meer is? Ja, ik vond het zo jammer op het moment dat hij uit koers ging. Aan de andere kant was ik er kwaad op. Waarom? Ja, ik ken de familie heel goed. Ja? En ik ben niet kwaad op de familie. Nee, helemaal niet, dat weten ze. Ja. Maar deze jongen mag nooit zo ver geraken dan dat hij geraakt is. Dus die moet gewoon in de spiegel... Ja, om zichzelf die stamp te geven.
Mm-hmm. Misschien zit hem nu in de juiste ploeg. Ik denk het wel, want het is een ploeg met sfeer. Een ploeg met redelijk wat animo in. Ja. Er wordt gewonnen. En als hij maar ergens al in één ploeg de nodige spirit terug kan opdoen, dan denk ik in deze ploeg. Steekt Guillaume in een continentale ploeg, maar dan in een niet-pro-continentale ploeg. Ergens nog in een kleiner ploegje, ja. Dan is die niet fier op die trui. Deze trui kan je van Alpecin kan je nog redelijk fier zijn, gezien de resultaten die er gereden worden. Mooie renners, alleen mooie, goede renners die daarbij rijden. En dan groei je als renner toch wel. En dan misschien vindt hij zich daar terug. Ik hoop het. De Grootlonberg is een gelijkmatige klim. Die loopt 900 meter op. Voor 4% gemiddeld en 6% maximum. Dus dat is een loper, zoals ze dan zeggen in het peloton. En profs gaan hierover natuurlijk op de grote plateau. Dit mag geen probleem vormen. Maar het is ondertussen al de tiende van in totaal 14 hellingen. Het gaat snel. En het zijn voor profs dingetjes die passeren, of kruipt dat toch in de kuip? Dat kruipt helemaal in de kleren. En ik denk, gezien de weersomstandigheden, wat wind, wat draaien, wat keren, kasseien die er straks, of die we nog wel beelden van gaan zien. Dus er gaat hier nog wel een schift in gebeuren. En ik voorzie naar het einde, vooral gezien de samenstelling van dit peloton, met toch verschillende kwaliteiten van renners, dat er zeker naar het einde toe alles moet uit elkaar gaan liggen. Hier kan gekoerst worden. Hier kan je het verschil maken. Juist. Bij de belofte is geweest, of is dat toch zo'n groot verschil? Niet iedereen groeit zo snel door. Hè. Dus het is vooral bij de jeugd ook, bij de junioren, bij de nieuwelingen, altijd heel veel werk verzet, hele mooie koersen gereden, mooie uitslagen. Maar dan rij je tegen een categorie van 3 jaar, ja. Ben je tegen je leeftijdsgenoten. Ja. En nu kom je bij de top van de top. Dus Frédéric Frison staat dan op dat vlak een paar jaar verder al? Ja. Ja, oké. Okay. Dus ik denk, mits een goede opvolging en de nodige moraal, denk ik wel, het is een werker. Het is iemand die echt wel wil werken. Maar ja, ik vind, mocht het mijn zoon zijn, maar het is mijn zoon niet natuurlijk, dan zou ik hem iets meer op doelgericht op prijsrijden laten werken. Knechten voor op momenten dat je moet knechten. Ja. En proberen te leren winnen, te leren koersen. Op het moment dat je moet leren koersen. Maar voor een 23-jarige nu in zo'n koers, goed, is dit oké. Okay, laat hem maar zo ver mogelijk nu de finale proberen te rijden. Ja, maar zoals ik daarnet al zei, met hetgeen dat hij nu laat zien en nog zal laten zien straks hier, zit daar misschien meer in dan. Ja. Opletten hier, want het gaat van de ene heuvel naar de andere. We hebben die Grootlonberg gehad, die afdaling daar dan van. En het is dan onmiddellijk rechts opdraaien naar de Burchtheuvel, waar we hier nu op rijden. Ja, daar kon je dus met de wagen deze morgen of deze middag, toen ik hier voorbij kwam... Mocht je niet door? Nee. Okay. Nee, er was geen palaber aan. Zelfs José de Kouwer mocht niet naar boven? Ze keken nog niet. Oei. Zelfs met of zonder Sporza-sticker of iets erop en eraan. Er gaat meer koers moeten georganiseerd worden in Limburg. Dat ze jou beginnen kennen. Ja. 450 meter. Als het maar niet te laat is. 6,9%. Ze zijn boven, voor we het weten natuurlijk. 14% maximaal. Dat was daar in het begin bij dat bochtje zeker. En hier draaien we er al bijna van weg. Ja, dat je hier niet op mag met de auto, José, dat kan ik nu nog verstaan. Kijk. Ik rij helemaal niet met zo'n grote auto. Pas op.
Maar nee, het is zelfs voor onze motards niet simpel om te volgen. En dat zal hier dat knikje zijn nog van 14%, neem ik aan. En als je ziet, hier kan gekoerst worden. Ja, ja, wees maar zeker. En de mensen komen kijken naar zo'n stukjes. Hè. En als je niet echt de juiste training of de juiste koersen al gereden hebt, dan is dit super zwaar. Kom je uit een ronde, zoals sommigen er hier al bij zijn, die Algarven of Hongarije of nog... Dan passeert dat allemaal. Dan gaat dat allemaal. Maar als je vanuit Nederland komt en nog maar een paar koersen gereden hebt, zoals er een paar teams bij zijn, dan is dat loodzwaar. Ja. Ze gaan misschien in andere streken van het land zeggen, waar gaan ze het daar nu in godsnaam zoeken, zo smal en zo bochtig. Maar zo'n passage mag er in en rond Borgloon wel bij. Hè. Dit is alleen op zich al de moeite waard te bezoeken. Hè? Absoluut. Ik ben hier laatst geweest vorig jaar met Erik Dupin. Het was een sportavond of een sportshow ergens buiten. Ja, ik ken dat. Met Georges Lekes. Arena, ja. Hè? Ja, in Arena. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ja. Ik was toen met Jacques Mathijssen te gast. Ja. Koers en voetbal, hè? Koers en voetbal. En het was toen heel lang geleden, maar Wilfried Nelissen was toen ook te gast. Uit de streek hier. Hele aangename avond inderdaad meegemaakt. Het was... plezant. Ja, voor mij ook een echte ontdekking. Ja, die hele regio daar, Loon, Borgloon, al die dorpjes, die kleine geheugtjes daar rond. Prachtig. Het is nog net groot genoeg het peloton om hier door te rijden, maar achteraan gaan ze toch wel straks stilstaan, denk ik, bij dat knikje. We gaan er straks nog eens langs en dan zullen ze het wel weten, zeker. Ja, we gaan er nog eens dan moeten we al dichter in de finale beginnen komen, voilà. Als daar eens een team of een paar renners doortrekken, de U-turn. Ja. En dan gaan ze achteraan stilstaan, hè. Dat is bijna onvermijdelijk. Voilà. Goed aan de grond. En gehaperd zelfs, hè. Ja. Het lijkt op een veldritbocht. Marcel Meissen ondervindt dat daar ook nu. En hier de renners van... Sven Nys. Wie kan er hier surplassen? Ja. Wie is er gedreven? Nummer 94. Dietmar Ledigen. En we zijn terug weg. ...1,50. Kleine 2 minuten nog. En die mannen staan ginds nog altijd stil. Ze staan nog stil, ja. Hoe dan stil? Uiteraard. Ja, ja. Dat gaat een langgerekt peloton zijn. We zijn vanmiddag om 1:30 vertrokken met 133 renners. 3 voorop, dus er moeten er nu een kleine 130 inderdaad door die trechter, zal ik maar zeggen. En Florian Vermeers, die gaat de vlucht beschermen of niet? Nee. Dit doortrekken. Ja, ja. Absoluut is doortrekken. Ik denk dat die van Degenkolb misschien de eerste schifting gekregen heeft van doe maar eens iets. Ik voel mij goed. We moeten hier met een aantal mannen af. Ze zitten daar nog gegroepeerd van B&B Hotels ook. Goed. En Kubeka Assos verdwijnt niet uit het voorplan. Ja, als denk je dat draaien en keren, draaien en keren hebben we gedaan. Ik wilde het net zeggen, maar dit is zo'n koers, hè. Dat is inderdaad onvermijdelijk hier. Maar het weer is dus ook helemaal omgeslagen. Vanmorgen killig. Frisjes moet ik zelfs zeggen, met die wind erbij en dan regendruppels bij de start. Renners ook warm ingeduffeld toen ze naar de ploegpresentatie kwamen. Staat er al ook weinig of geen volk. Daar kun je ook niet aan opwarmen. Maar de koers is nu opengebloeid. In die zin ook dat de wegen droog zijn, de zon van de partij. Dus laat ze maar eens doortrekken. Hè. Ja, want inderdaad, bij slecht weer, bij regenweer, zou het parcours op sommige plaatsen met de kassei daarbij toch wel redelijk nogal wat gras tussen die kasseistenen door best gevaarlijk kunnen worden. En dit is echt een manoeuvre dat straks voor heel veel nervositeit in het peloton gaat zorgen. Er gaan er heel veel die iets te ver zaten... in één keer wakker geschoten zijn en zeggen van Ola, we moeten er hier iets aan doen. En nu pech? Oh ja, dit is een heel slecht moment natuurlijk, Wesley Verkamst. En er zijn er al een deel bij, denk ik. Kilometer, er zijn al breukjes. Kilometer 140, juist. Daar begint het bij veel amateurs eigenlijk al. Voilà. En hier is het, hè. Het bekende doorkijkerkje.
wereldberoemd in Vlaanderen. Het zal wel zijn. En misschien ook wel daarbuiten al, stilaan. En we lezen tussen de lijnen. Prachtig, hè? Ja. Prachtig. Echt mooi. Hoe kom je erop, hè? Ja. Uniek in zijn soort. Het moet toch plezant zijn, hè? Kunstenaar zijn. Nee, ja, zo kunstwerken maken. Dat moet toch een geweldig iets zijn. Als vooral je als je kan... iets maakt dat iedereen smaakt. Ja. Dat is de kunst. Anders ben je geen kunstenaar, hè? Nee, maar dat kan ook zijn dat je iets maakt en dat niemand dat graag ziet, hè? Ja, dat je voor jezelf vindt dat kunst. En voor jezelf dan zegt van, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ja. Schitterend in beeld gebracht en echt om van te genieten. En gaan ze nu echt doortrekken? Ja, ja. Het is een klein beetje oorlog in het peloton. Wel, ja, zoals ik net zei, dus ja. Gaat die aanval van Vermeers die gaat een deel echt nervositeit in de koers brengen. Heeft wat in gang gestoken? Ja. En probeer nu maar eens terug te komen, hè Wesley. Dat gaat niet simpel zijn. Hè. Ja, dit is meer als problemen. Probleem met het achterwiel. Ik denk dat het los of vast staat. Die heeft geen wiel bij. Het is toch werken om dat weer in orde te krijgen. Hè, met ja, maar het is raar. Er gebeurt niks. Gaat dat wiel niet vervangen. Het is ook geen lekker band of zo. Nee. Op een of andere manier denk ik dat het geblokkeerd niet losgekomen is. Maar dat kan eigenlijk niet, want dat is met een soort steekas. Niet simpel dus om terug te keren in het peloton. Als er dan inderdaad een klein beetje... nu echt versneld wordt, er gaat ook meteen 20 seconden af van die voorsprong van onze drie leiders. Ja, een ferme breuk daar in het peloton. Het gaat snel, hè? Ja. Nu, als je, dit is een echte verwittiging. Ja. Nu moeten alle ploegleiders onmiddellijk, jongens, kom aan, vooruit, alle eens aan dek, niet zitten slapen, de koers is begonnen. Geen excuses meer van, we wisten het niet, jullie komen al een paar keer op dezelfde weg terecht, jullie kennen dat baantje, jullie kennen die klim. Geen excuses, we zien daar wel een heel aandachtige Merlier zitten in de buurt van Jelle van Endert. En John komt ook naar voren? Ja, de John is er ook. Overigens, dat... Tegenkolop. Kijk, Kerkje, José, omdat je het dan over kunstenaars had en zo. Het is een duo, zeker, hè? Belgisch architectenduo, hè? Ja, ik weet het. Gijs van Varenberg, Pieter-Jan Gijs en dan Arnoud van Varenberg. Dat zijn de mannen die dat... Het is 10 meter hoog. Toch? 100 op elkaar gestapelde lagen staalplaat in de vorm van een Loons kerkje. Op grondgebied Borgloon dus, inderdaad. En de constructie zelf, die weegt liefst 30 ton. Ja, wat denk je? Staalplaat, wat denk je? Maar dus, in en rond Borgloon, en dat hebben we nu al een paar keer gezien en gezegd, zeker de moeite waard. En hier is nog zoiets. De Memento. Een sculptuur van Wesley Meuris op de centrale begraafplaats van Borgloon. Dit zijn twee subtiel van de as afgewende openingen en die laten dan toe om in het werk binnen te stappen. Je kan er in het werk stappen, inderdaad. Tegelijk... gaat, hè? Ja. En aan de binnenzijde van het werk bracht Meuris een visueel patroon van zwevende stalen plaatjes aan, die van de basiswand loskomen. Gemaakt uit hoogglanzend materiaal, contrasteren deze plaatjes met de mat witte basiswand, waardoor een interessant spel met schaduwen en reflectie ontstaat. En hier ontstaat ook wel stilaan het spel van schaduw en reflectie. De leiders die daar op de Kasseiweg daarnet waren en die daar rechtsop draaien, dat klimmetje nog eens een extra klim op, dat eerste deel van de Kassei waar men rechtsop dat padje kan rijden. Manshoven, daar gaan we naartoe, maar achteraan het peloton moet de 18-jarige Thibaut vaststellen dat het te hard gaat, dat doortrekken. Ja, met Thijs Aerts daarbij. Met Christophe Noppen, dacht ik. Ja, Noppen toch een snelle man. Ja.
En nu gaan ook deze mannen voilà, op de kasseistrook. En die gaan straks dan hier op het einde van deze weg. En niet op het einde van deze weg, maar je kan eigenlijk links opdraaien. Maar eigenlijk doen ze dit niet en gaan ze straks echt 90 graden rechtsop. En relatief ja, toch steiler naar boven op die kasseien. Het is 1300 meter. Ja, die liggen er redelijk slecht bij, deze. Die zijn ook wat groter. En het loopt op, hè? Ja, ja. En straks wordt het nog erger. Hè. Straks gaan ze rechtsop draaien. En aan de boerderij moeten ze rechtsop draaien. Ja, inderdaad. Je moet oppassen met te zeggen aan de boerderij. Want er staan hier zoveel boerderijen dat je maar. Kan... Maar de boerderij van de kasseistrook van Manshoven. Dat is deze hier, hier links. Ja. Ja. En daar gaan ze een beetje verder voorbij. De paaltje dat er rechts staat, rechtsop draaien. Voilà. Voilà, de bocht aan de boerderij naar rechts. Inderdaad. Misschien zelfs een vierkantshoeve. Wie weet. Het wordt moeilijk voor mannen als Marcel Maaissen ook. De veldrijders die natuurlijk nog maar pas begonnen zijn na een beetje trainen en wedstrijdkilometers maken. Want ook voor Thibaut bijvoorbeeld was het zijn eerste koers. Circuit de Wallonie. De Grote Prijs van Mark. Begin er maar aan. Hè. Ja, en als je ziet, ze komen niet straks nog eens diep in de finale. En een open vlakte. Heeft de wind hier nog vrij spel of niet? Ja, ja, absoluut. Kijk, het rekken en trekken op een lint. Het lijkt wel Parijs-Roubaix. Ja, Degen Kolop zit daar goed in de zesde positie. Het is het moment om nu wel mee te gaan, hè? Dan zou er een ploeg moeten zijn. Ja. Er is geen ploeg, er is weinig... Een mooie terugkomst van Thibaut. Thank you.
bij die ploeg. Want onze Italiaan, Luca Mazzato, dat is de niet man, onderschatten. Nee, dat is de man waar ze het in principe voor moeten gaan doen. Werd derde in Okere Koersen, werd ook zevende in Schoten en nog een paar andere mooie ereplaatsen. Dus is een jonge kerel nog, 23 jaar. Kopman, denk ik, binnen die ploeg. Ze hebben wel de Belgen daar vooraan gezet met Bert de Bakker op nummer 41 en Jens de Busser op 42. Ja. En dan helemaal op het einde hebben ze de boel gesloten met Frederik Bakkaert. Maar dit zijn koersen waarin die mannen toch in beeld mogen komen. Ja, hier moeten ze het doen. Hè. Dat er weer over hen gesproken wordt. Als je het dan hier niet doet, waar ga je het dan wel nog doen? Hè? Ja. Dus niet om deze koers te minimaliseren, maar je moet van deze koersen gebruik maken om wielrenner te worden. Of misschien terug wielrenner te worden. Inderdaad. Remco Evenepoel heeft toegegeven ondertussen dat hij een complete off-day had. Wat dus, ik blijf dat ook zeggen, allemaal normaal is bijna, moet je kunnen zeggen. Maar hij wil naar Milaan. Als ze voelen op een gegeven moment dat hem niet echt erover gaat. Hij is misschien er niet over gegaan, voilà. Nee, dat het lichaam nog wilt werken en nog wilt recupereren, maar dat het uiteindelijk, dat het niveau op dit moment te hoog is en dat zou allemaal logisch zijn. Ja. Dat zou allemaal logisch zijn. Dan is het een goede stap om naar Milaan te gaan. Hopelijk zijn de weersomstandigheden dan een beetje beter, want in slecht weerkoersen hebben we ook gezien in Tirreno dat geen geschenk is. Dus ja. En het zijn niet alleen vele beklimmingen nog straks, maar ook nog. En gesloten en sterker uiteraard. En nu zitten er een deel jongens bij die misschien morgen moeten gaan werken. Ik zeg zo maar. Ja. En die een job hebben. En die nauwelijks gekoerst hebben al. Ja, die absoluut nauwelijks kunnen koersen hebben. Vooral dat. Ja, en dan is het verschil in niveau groot. Hè. De kriezel. Dat vind ik nu echt een typisch Limburgs woord. Nou, dat had net zo goed met een G kunnen zijn. De griezel. De griezelstrook. Het is echt een rotstrook die straks helemaal boven naar het einde toe. Ik heb het vergeleken met de Lange Munten in de vroeger omlopend nieuwsblad. Maar dan meer slechtere kasseien nog. Slechtere kasseien en 2-3% bergop. Om dan naar het einde toe... Kijk, de wind nog, ook. Echt nog, ja, hier de wind tegen. Ja. Straks helemaal op het einde, de laatste moment van de koers, krijgen we die kleinere ronde. En dan draaien ze op het einde links. En nog eens links en dan krijgen ze windschuin in de rug achter. Dit is de strook om straks echt... Het kaf van het koers. Ja, hier kan je finale rijden. Ik denk dat je hier op een 12-tal kilometer van het einde bent. Naar het straks, 12 kilometer van het einde. Ja, allemaal op het einde. Dus dan staat daar helemaal boven 10 kilometer. Ja. En dan moet je naar niks meer kijken. Arkea Samsic dan in het rood. Dan houden we toch een beetje rekening met Amaury Capiot, ook de Limburger. McLay. Een rappe man geweest. Ook op het podium gestaan hier. Ja. Die Estes daarbij hebben. Marcus Pajur, ook een goeie. Ja. 20 jaar, was vierde op het Europees kampioenschap vorig jaar in Plouay. In Plouay. En die klopte daar Olaf Kooi en Jordi Meus. Dan kun je iets. Dan ben je geen traag. Nee, dan ben je niet traag. Dus, nee. Absoluut. We moeten oppassen als we straks niet te vroeg roepen van Capiot, dat het die... McLay is. Pajur. Ja, Pajur. Jonge kerel... Cédric Bulles heeft problemen op de kasseis. En u ziet van hier hoe die toch oploopt. Hè? Ja. En met tegenwind. Ja, ik ben daar geweest. 3-4% heb ik opgeschreven. Vooral naar het einde toe. Daar hier moet het straks gebeuren. Hè? Die rode bol van Lotto daar. En dan ben je er nog niet. Hè? Nee. Het is nog een eind verder. Hè? Ja. Het is nog een eind verder. Hier is echt alles om een koers te maken.
Oké, moeten daar kasseien in liggen? Ja, we zitten in Vlaanderen. Ze liggen er, hè? Ja, links en rechts al eens kasseien tegen. Voilà. Waar men gaat, langs Vlaamse wegen, komt men nooit wel eens kasseien tegen. Maar ik bedoel, ja, dat krijg je dan hier, hè? Voilà. En de mannen van de sprinters gaan nu toch ook zich naar voren begeven? We krijgen al iets ander beeld. Ja, ja. Alpecin, Lotto en dan de mannen van... B&B. Ja. En van Intermarché daarachter. Dus dat zijn de ploegen die hier eigenlijk moeten gaan doen. Moeten, hè, gaan doen. En de Norenmannen zijn ook nog vertegenwoordigd. De mannen van Uno X. Daar de groep rond van Arkea Samsic. Ja, benieuwd ook wat Thijs Aerts hier gaat doen. Toon Aerts hier gaat doen. Toon, ja. Absoluut. Zit Toon daar nog bij? Ik dacht dat hij daar vooraan zat ergens. Hier zien we in ieder geval nog Lars van der Aar. Van der Aar, hè, ja. 15e, 20e positie. Het is vechten, is hij? Dat is en altijd elastiek. Blijft verbrokkelen, ja. Terugkomen en dan kom je erbij. Dan kom je weer op een winststuk terecht. Dat maakt die koers alleen maar lastig. En als je dan, zoals je daarnet al zei, niet gekoerst hebt en je bent onder 50 kilometer ver en je moet er dan al 50 doen. Ja. Dan is het loodzwaar. Werken, loodzwaar. Dan is het afzien, hè. Hormaal. Voor veel kijkers misschien voor het eerst dat ze de naam van dat dorp horen. Maar we gaan hier nog komen. Zo. Eerst. Hier is echt iets van te maken. Ja. Je hebt de ingrediënten om een koers te maken. Zeer zeker waar. En als weinig meubilair op straat. Veilig koers. Juist. Veilig koers. Niet te veel trammelamp van paaltjes en ander gedoe. En wind, regen, vrij spel hier. Regen, als, laten we het. Ja, oké, maar goed. Zon moeten we hebben. Kan ook gebeuren. Ja, ja. Maar mooie wegen, veilig koersen. Op zich al belangrijk, hè. Ze blijven toch elkaar wat opzoeken. Hier achteraan er niet afgereden worden op dit moment. Als het tempo een klein beetje stilvalt, dan is dit het peloton nog. En misschien kunnen er daar nog een paar mensen terugkomen, want dit is inderdaad nu aan het stilvallen. Op links Jelle van Endert ook nog. En over de volledige breedte van de weg kunnen ze misschien nog komen naast. Nee, het wordt lastig. Dit wordt lastig. Tegen de wind ook. Ja, je rijdt dan straks weer naar de volgende obstakel. Dit is het kasteel van Hex, of kasteel Hex. Hex is ook een dorpje waar een heel bekende Nederlander inwoner is. Een fietsfanaat, tot en met Rick de Leeuw, de zanger van Truck naar Keks. Sympathieke Nederlander. Ook hij was daar op die avond bij Helden, moet ik zeggen. Ah, ja. Toen die keer dat ik er ook was. Eenmaal Helden. Je hoeft hem ook maar een microfoon te geven en hij vertelt de hele avond alle mooie verhalen. Cédric Bulles wordt ingelopen. Het gaat snel nu, met z'n tweeën nog vooraan dus. Op minder dan 50 kilometer van de streek over het kasteel van Hex wil ik nog even zeggen dat Karel van Velbruck, de vroegere Luikse prinsbisschop, dit plekje in Heers heeft gekozen om er zijn Arcadia's in aardsparadijs te creëren. Met een Chinese tuin, een rozentuin en boomgaarden ook. En vandaag zijn de bewoners graaf Guilain en gravin Stéphanie Durcel. Hier vooraan zijn het Bakkaert en Toon Aerts. Daar is Toon. Alsjeblieft. Dit zijn de koersen waarin veldrijders hun kilometers maken. Hè? Ja, hun weerstand opbouwen. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. En laat hem maar eens doortrekken inderdaad, Toon. Ja, laat hem inderdaad zijn pk's maar eens gebruiken. Voilà. Tony 450 in de cross. Mag dat eens op de weg ook tonen nu? Toch denk ik dat naar het einde toe de kilometers er een beetje te veel zullen aan zijn. Maar dat maakt niet uit. Nee. Laat in ieder geval zijn kwaliteiten zien. Met een goed gevoel naar huis kunnen. Absoluut. Zijn kwaliteiten zien. En zag ik daarnet ook toch niet Philippe Swals. Philippe Walsleben inderdaad ook meegaan nu. De lottomannen die het tempo de hoogte injagen. Of in ieder geval het tempo niet meer willen laten zakken. Degenkolb daar nog altijd bij. Een goede John Degenkolb hier in deze finale met dat geaccidenteerd parcours. Oh ja, ja. Meedoen, en die aankomst hier. Ja, voilà. Bergop sprinten, machtsprinten. Misschien de pure snelheid, dat flitsende, klein beetje weg. Weg. Klein beetje weg, maar op de macht positioneren. Hier in die laatste 2-3 bochten, wie gaat hem opzij zetten? Ik denk niemand.
maar toch denk ik in een pure sprint tegen een goede... Als Merlier goed gepositioneerd is. Afleggen. Ja. Zover zijn we nog niet. Er liggen hier obstakels genoeg om daar gebruik van te maken. Dus nog twee leiders op dit moment. Hè. Met aangename burger inderdaad van het Beat Cycling Team. Vooral een ploeg Beat dat samengesteld is met Pistiers. En Brent van Moer, die houdt dus ook stand vooraan. Op van het gelijknamige managementbureau, Beat. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja. Ah, oké. Okay. Een heel sterk managementbureau, dat dacht ik toch. Ah nee, dat is Sam. Sam. Of Zeg. Zeg Racing. Dat zijn de mannen. Beat is iets anders. Klopt, helemaal. Mooi in beeld gebracht hoe snel het eraan toe gaat. En de mannen van Sport Vlaanderen blijven nu meeschuiven, Pulus meedoen. Weg is uit de kop van de koers, inderdaad, meeschuiven. Nog maar eens Bakkaart, dacht ik. Het is lang geleden dat we die nog zien koersen hebben. Ja, inderdaad. Dat is misschien niet zijn schuld. Dat is vooral het schuld van corona en van niet toegelaten aan bepaalde wedstrijden. Ik vraag me ferme breuk in dat peloton. Af en toe af hoe renners gemotiveerd blijven. Hè? Als je inderdaad niet kunt koersen, niet kunt doen wat je graag doet en zomaar blijven trainen, dan moet je toch mentaal sterk blijven. Ja, nog erger is de jeugd. Hè? Ja, ja. Vind ik. Is het, de jeugd die 15, 16, 17-jarigen, 18-jarigen die niet mogen trainen, nog bijna niet kunnen trainen. Wel trainen, maar nooit of nooit eens meten met elkaar of zo. Dus dat is pas echt heel jammer. Sven Nijs vorige week en hij zei, Thibaut houdt stand. Blijft zich goed gedragen, verzorgen. Ik vind dat knap van een 18-jarige, want dat is niet simpel. Hè. Op Thibaut ligt al een bepaald verwachtingspatroon. Er ligt al een bepaalde druk op, zullen we toch maar zeggen. Hè. We kunnen ook niet zeggen dat er geen druk ligt op Thibaut. Hij is nu ook eenmaal een soort Evenepoel, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dan word je gedragen door een publiek. Hè. Bij de junioren. En wereldkampioen, en Europees kampioen, en Belgisch kampioen. Ja, dat is te vergelijken, hè. Het kasteel van Berto is een kasteelhoeve. Bestaat uit twee delen. Mooi te zien hier uit de lucht. Het kasteel telt vier vleugels rondom een gesloten binnenplaats. En telt stijlelementen uit het klassicisme en rococo. De zuidelijke hoektoren is opgetrokken in mergelsteen. En dateert uit de 15e eeuw. De overige delen van het kasteel zijn het resultaat van grondige aanpassingen in de 17e eeuw. Ja, waar vind je die nog? Hè? Het is formidabel. Het stapelt zich hier op en het ligt zomaar op voor, 10 om te en bezoeken. 15 en 20 kilometer uit elkaar. Je hoeft hier helemaal geen 300 kilometer te rijden om 20 van die dingen te zien. Nee. Echt mooi. Het is inderdaad heel opvallend. En ik denk dat veel mensen die vandaag misschien niet moeten gaan werken op deze feestdag van Tweede Pinksteren, een aangename namiddag op die manier meemaken, op toeristisch vlak zelfs. Nog een dikke uur koers. En alles we zijn binnen. We moeten nog beginnen. En het moet eigenlijk allemaal nog beginnen, ja. Wacht tot ze iets echt gaan doortrekken op een van die lastige stroken. Een test inderdaad voor de renners van die continentale teams. De veldrijders, hoe ver kan ik mee? Nooit te simuleren dit op training, zoiets? Nee, en er zal er zich wel een tussen gooien. Wat ook hier het verhaal is natuurlijk van... voor iedereen is die koers even lastig, maar hoe goed kan je je positioneren in dat peloton? En hoe economisch kom je dan eigenlijk uiteindelijk daar in de finale? Want je kan die koers lastig maken voor jezelf door foute bewegingen te doen, door in de wind te gaan rijden, door van alles en nog wat te doen. Je kan ook proberen op economie rijden en de juiste positionering te kiezen voor de klimmetjes of voor de kasseistroken, waardoor je toch gemakkelijker daar voorbij komt. Dus het is een leerschool. Vooral als je jong bent en je zit een heel veel jonger aan de start, als je weet dat dit peloton 25 jaar oud is. Het gemiddelde. Amai, dat is 25 jaar dat oud. Dat is jong, ja. Een meter 83 is en 71 kilogram weegt.
Daar zijn wij niet bij. Daar zijn we niet bij, maar... Nee, daar zijn wij niet bij. 51 Belgen. De ideale en 26 renners. Nederlanders. Voilà. De rest wordt dan gevuld door 27 of 28 andere nationaliteiten. Ja, en als deze koers gaat groeien, gaat de kwaliteit van dit peloton ook wel omhoog gaan. Zonder problemen. Ja. Zou je het op een andere plaats in de kalender steken? Ja, je moet kijken. Hè. Je moet kijken waar deze koers met zijn kasseien, met zijn parcours, waar je die kan naartoe leiden. Maar als je weggaat uit de maand mei, krijg je die veldrijders ook niet meer. Hè? Als je dan naar september gaat of zo. Maar ja, je moet geen koers organiseren, sorry, voor veldrijders. Ik weet het, ja. Maar dit... Maar de koers op zich, het parcours, de omgeving, de ingrediënten die hier aanwezig zijn, ja, dat maakt zin. Onze boerenzoon is daar, de man van Michelbeke, Frederik Bakkaert. Zijn lange blonde manen zijn wat verstopt achter... Ja, drie Belgen, zwart, met Jules Hesters erbij, de pistier van Gent. Absoluut. Laat ze maar een beetje, inderdaad, proberen weg te rijden. In deze fase van de koers. En dat peloton wordt meer en meer uitgedund. Pas op, met er een klein beetje voorsprong te nemen zou het wel eens kunnen zijn. Dat ze strak hier in het peloton, op het moment dat men de koers opengooit, dat die drie mee zijn. Hè? En anders niet mee zijn. Met andere woorden, anticiperen. Een beetje, ja. Seconden? Ja, nee, ik denk het niet. Ze gaan niet wachten, nee, natuurlijk niet. Ik denk dat deze mannen niet veel meer te wachten hebben. Als die eenmaal de benen stil houden, dan kom je niet meer terug in gang, denk ik. En het blijft zo ook vervelend oplopend met altijd die beton op weg. En af, ja. En 2 uur geleden voelde je dat nog niet. Ah, ja. Nu is het dezelfde weg en je dezelfde voelt weg. Het wel, hè. Juist. John is nog goed omringd. Dat is onder andere met Florian Vermeers, wat we konden verwachten. Maar met een aantal andere jonge gasten. Ja, de jongens zijn er allemaal nog. Hè? Grignard, Verschaven, ja. Vervloesem hebben hier zien passeren. Dacht, die was uit koers dan? Die was uit koers, ja. Sandres Vervloesem, dus de rest zit daar nog. Hè? Maar goed voor Verschaven, inderdaad. En Grignard. Kijk, dan ik bedoelde daarnet, als je nu de koers echt in handen wilt nemen als Lotto zijnde, dan had je hier op dit moment aan Van Moer... Een serieuze helper gehad. Ja. Ja. Nu heeft hij oké, lang in beeld gereden. Maar ze kunnen nu ook wel zeggen van we hebben ons niet moeten nodeloos... Anders. Nee? Ja. Oké. Maar ja, dat is een manier van koersen. Keuze, dat is een tactische keuze of misschien net geen tactische keuze. Dat Brent dat zelf beslist op dat moment van ik wil iets doen. Ik wil hier weg. Ben je hier niet graag? Of ja, rijdend voor een nieuw contract, stilaan zeker, de maand mei. Ja, maar ik denk, Van Moer gaat volgens mij geen probleem hebben. Ik zou die als ploegleider altijd opvolgen. Jong, body, heel veel mogelijkheden. Goeie tijdrijders, altijd goede renners. Juist. Mannen die kunnen tijdrijden, altijd goede renners. Dus. Ja. Een tijdrit ligt niet, hè? Nee. Ga naar 5 samen. En kunnen die dan nog een half minuutje voor dat peloton blijven uitrijden? Ze gaan toch wachten. Ja, 2 ploegmakers. En 2 ploegmaats inderdaad samen. Esters en Burger. En Esters doet dat goed, hè. Die, het is goed geweest vooraan.
Voilà. Hoe lang gaan zij nu nog stand houden? Strijden tegen de wind ook een beetje? Waar ligt een Colmontberg? Dus ja, dat is de volgende die er zit aan te komen. En dan gaan we richting laatste passage aan de aankomstlijn. Of voor de laatste passage. Ja, de laatste passage voor die laatste ronde die dan 32 kilometer nog is. Dus op een kilometer of 7 van de passage hier aan de aankomst in Tongeren. Waar ik een tijdje geleden de burgemeester tegen het lijf liep, Patrick de Waal. En die moest in zijn eigen stad zoeken waar hij terecht kon. Want het is hier allemaal natuurlijk afgesloten. En zelfs de burgemeester was op zoek naar een plaatsje om naar de koers te kunnen komen kijken. En hij wist niet goed waar hij naartoe moest. Als hij volgende keer het budget een beetje optrekt, zal hij wel weten waar hij naartoe moet. De Colmontberg. Ja, kijk, weer al. Dat toch weer 900 meter, ja. En op asfalt loopt dat wel. Maar na 160 kilometer, pardon. Hoe goed die Van Moer is. Ja, dit is... toch wel rijden om misschien toch zo lang mogelijk stand te houden. Of nog in dienst van John. Voor Sven Burger en zo wordt het lastiger stilaan. En Alex Coleman doet goed mee. Als je al stilaan in de finale van een koers jezelf nog in beeld kunt rijden, voor de jonge mannen altijd een surplus. Maar het lijkt erop, José, dat we met de groep aan de slotronde gaan beginnen. Ja, we gaan die obstakels die ze er net al voor het keer, tweede en derde keer gedaan hebben, die gaan ze gebruiken. Ze gaan niet meer verrast worden, ook aan die linkse of aan die rechtse scherpe bocht. Ook al. Dus we gaan straks wel de betere renners vooraan krijgen. Geen excuses meer. Het zullen de benen zijn die moeten spreken. Je gaf daarnet het gemiddelde van de renner in het peloton. Wel, Jules Hesters is dan ook weer maar 22, hè? Ja. Dus ja, die komt daar ook weer onder. Er zitten heel veel ploegen met een pak jonge renners. Ook die mannen van Lotto, hè? Buiten Degenkolb op 32. Ja. De rest allemaal 21, 22. Van Moer 23. Maar de rest allemaal 22. Echt allemaal jongere kerels. Er is niet alleen de Colmontberg, maar ook deze burgtruïne van Colmont op de Colmontberg natuurlijk. Van de voormalige burcht van Colmont uit de 12e eeuw is de tienzijdige donjon het best bewaard gebleven. Kijk eens aan, wat een schitterend beeld is dit. Elke zijde van de donjon mat 4,7 meter en de muren hadden een dikte van 3,25 meter. Waarin een trap was uitgespaard. En in 1489 wordt de burcht ingenomen door een kortstondige belegering. En in de daaropvolgende jaren wordt de burcht ontmanteld. De stenen van de burcht die werden dan gebruikt om de stadswallen van Tongeren te restaureren. De man van Kubeka die we daarnet zagen was Dimitri Klaes. Hij begint zich al met het koersverloop te moeien. 14 seconden, maar is daar een inspanning aan het leveren. Als dit geen chasse-patat is. Ja. Een inspanning aan het leveren die heel veel geld gaat kosten. Ja. En misschien weinig opbrengen, want als men in het peloton hier op die grote wegen een klein beetje ronddraait en de knechten zijn dat van die andere, van die betere renners, dan en je blijft, kan je toch maar beter wachten. Je blijft een mikpunt zijn, hè? Ja. Ze kunnen er zo naartoe. Is dit al misschien werken voor iemand anders? Ja, zo kan je dat misschien bekijken. Hè. Dan moeten we al gaan kijken. Wie hebben ze daar nog? Lasse Norman Hansen. Ja. Goeie tijdrijder. Ooit op het podium. Sterke kerel. En dan Jansen van Rensburg natuurlijk misschien. Dat hij daarvoor de boel een beetje nerveus probeert te maken en de boel lopen. Er zitten toch nog een 2-3-tal achter de rug van Lotto Soudal. Dus elke strook wordt nu aangegrepen om dat groepje uit te dunnen. Hè? Ja, en ze zijn met zoveel meer. Ze zijn nog niet met veel. Nee. Wat zijn er dat? 50, 60? Ja, laat ons zeggen de helft van het, van het peloton. Peloton ja. Oké. Okay. Maar Jules Hesters is aan zijn vierde koers bezig dit seizoen. Hè. We zijn bijna eind mei. Dat is toch lastig allemaal. Hè? Ja. Dat Sven Burger eraf moest, zat er een heel klein beetje aan te komen. Ja, dus nog één van het drietal dat daar vooraan zat,
De beste man die daar vooraan zat, Van Boer, is de enige overlevende nog. Cédric Bulles, voor wie niet alles heeft gezien, was daar ook nog bij in de enige echte aanval van de dag met z'n drieën dus. Van Boer, Sven Burger dus daarnet in beeld en Cédric Bulles die nu terug in het peloton zit. Dimitri Klaes, ja, die gaat straks toch even moeten uitleggen waarom dit nodig was. Ja, misschien in de hoop van mensen mee te krijgen. Mensen mee te krijgen. Al wat renners van Arkea daar helemaal vooraan. Ja. En als je dan weet dat dit hier tegenwind was, dan had hij beter een beetje gewacht. Ja, het is niet nieuw. Het is niet de eerste keer dat ze hier voorbij komen. Nee, dus een ervaren prof die zich laat verleiden om een klein foutje te maken. Het zou me verwonderen mochten we hem naar het einde van de wedstrijd toe nog zien. Want renners die echt goed zijn, proberen geen fouten te maken. Of je moet echt zo goed zijn dat het je niks niet meer uitmaakt. Dat je gewoon te goed bent en er alles en nog wat wil ingooien. Je moet dan Hesters niet leren hoe je een bocht moet pakken. Nee, dat heel denk ik duidelijk. Niet, ja. Dat is wat er ook vaak gezegd wordt dan van andere renners of mannen die wattages kunnen trappen of bijvoorbeeld de ruurs die zo goed kunnen fietsen. Dat is natuurlijk allemaal wel waar, maar steek die in een peloton. Ja, je moet, bij wielrenners en dan moeten die naar iedere bocht optrekken en verliezen die. Ja, dat zie je met wielertoeristen ook. Ja, als je wielertoeristen eens meeneemt, dan weet je direct hoe laat het is. Hè. Juist. Ik heb ooit eens een koppeltijdrit moeten rijden met Philippe Martens, de VTM-commentator. Ja, juist. En ik had er echt zoveel bang van. En dat was mijn plaatselijke ronde. En ik dacht, ja, ik zal op kop starten. Ja. En ik startte vol. Ik nam twee bochten. Oh, José, dat kunnen wij toch niet mee. En ik heb gewoon een kilometer moeten wachten. Hier had hem de truck bij. Was ik maar erbij. En dat was dan zijn tour natuurlijk. Diepe dood. En het was gedaan. Ah, ja, het was opgelost. Maar hij was echt veel beter dan ik. Hè. Ik dacht, ik moet iets doen. Want ik ben niet goed genoeg. Ja, en Philippe heeft nogthans... gereden en goed gereden. Ja, dat was bij het afscheidsfeest van Mark Dirks. Ah ja, oké. De man van dienst voor Mathieu van der Poel. Helmut Lotti vertelt dat ook altijd. Hè? Nieuweling geweest. Een koers of vijf gereden. Ja, goed. Ik kon fietsen, maar ik kon geen bochten nemen. Dat is ambetant, hoor. Maar dat is wel vervelend natuurlijk, hè, als je dan wil gaan rijden. Ja, het is een... Kun je dat leren? Ja, door te koersen, door te doen. Het is toch... Zoals je daarnet al zegt, zo'n pistier. Men spreekt veel over Remco Evenepoel moet gaan veldrijden. Hè. Ik zou zeggen, laat hem maar op de piste rijden. Mm-hmm. Dat is droog, dat is in de winter. Dan kan je alle kanten uit. Kan je een aflossingskoersje rijden voor te trainen. Ga je heel veel uit leren. Je moet blijven trappen. Dus je moet zoveel dingen tegelijk doen dan. Het zal zeker niet minder zijn dan veldrijden. En, alhoewel, ik hoef geen... lessen te geven aan degene die Remco gaan begeleiden. Maar wat al ondertussen dan naar voren is gekomen, pakken ze die mountainbiker ook best eens mee om hem te laten lijnen rijden in het afdalen? Ja, absoluut. Ja. 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 Alles samen, er is niks te veel. Nee. Niets te veel, hij is nog zo jong. Als je 35 bent, dan zou je zeggen, ja, hoeveel tijd heb ik nog? Hij is erbij, ja. Hij is zo jong. Ja. Misschien moet men meer tijd steken... daarin dan in koersen proberen winnen. Dat komt over een aantal jaar, hè? Ja, dat komt, hè? Uiteraard komt dat. Ja. Voilà, de laatste passage aan de streep hier in Tongeren. We zijn vertrokken om 1:30 in Hasselt. En dit is de man van Tongeren, hè? Die met zijn schoenen, hè? Dit is de man van de leider van de Eburonen. Wel hier geen schoenen draagt, maar ja. Nee. Ambiorix is inderdaad het beeld van Tongeren uiteraard. Een strijder. Hè. Fantastische stad met eigenlijk heel veel mooie musea's. Oudste en andere stad? Ja, uiteraard. Met de Onze Lieve Vrouw Basiliek. En dit is een heel mooi plaatje. Want men spreekt altijd over Brugge en over Gent en over Antwerpen en over andere zaken. Maar qua anciëniteit en qua musea en andere zaken moet dit hier niet onder doen. Hè? Zeker weten. Kijk, dat is de aanloop naar de sprint. Ja. En daar zie je, bochten, hè? Ja, daar zie je dus
aankomst wel van de andere kant. Nu komen ze van rechts, straks komen ze van links. Links. Staat de bocht, staat 300 meter. Ja. Dat gaat bergop. Dat loopt op, hè. Het loopt op. Dat gaat bergop, hè. Je moet daar... Je ziet de finish niet, hè. Kijk, nee, nee, je mag daar niet op kop zitten daar, hè. Nee. Of je moet echt heel goed zijn. Ja, dan moet je heel goed zijn. Het is een beetje zoals aankomst Brabantse pijlen. Een beetje ongeveer zo. Ja. Zonder die rechtse bocht dan nog. Nog 32 kilometer. Laatste passage hier. Aan de streep in Tongeren op de EF-feestwal. En zoals gezegd, dus om 13:30 vertrokken in Hasselt. Kriskras door Limburg voor 200 kilometer. En daar moeten er nu nog 32 van gereden worden. Op het programma in die 32 kilometer nog twee beklimmingen. De Grootloonberg, de Burchtheuvel en die twee kasseistroken van Manshoven en op de Kriezel. En dat laatste, die laatste hindernis, dat is op 12 à 13 kilometer van de streep. Ja. Daar moet het gebeuren. Ja, daar moet het gebeuren. En dan boven komen links en dan nog eens links en dan heb je de wind in de rug. Wat ook wel toe zal leiden dat men in het peloton of wat er van overblijft nog heel laat zou kunnen rijden. Hè. Dus daar 10 seconden, 15 seconden wegrijden. Alleen, dan ga je hele goede benen moeten hebben om voorop te blijven. Want 10 kilometer voorop rijden is toch nog altijd een eindje rijden. Dus, blijven, inderdaad. Het zijn de mannen van Alpecin Phoenix die Zwalslabel. De rij openen en de rij sluiten. Achteraan daarnet David van der Poel. En Philippe Walslepen doet dat goed, hè. Ja, die rijden al een hele tijd rustig op kop. Of tempo, rustig. Ja, niet tempo. Helemaal geen, niet rustig. Nee, nee. En ook bij deze mannen, want de mannen van Lotto kunnen nu wel denken. Ja, we hebben daar iemand vooraan. Een eentje vooraan. Maar ze mogen deze man niet laten wegrijden. Nee, want niemand zegt dat Van Moer daar nog kan bijblijven. Diep in de finale. Juist. En zo dat zou niet onlogisch zijn door zo gewerkt te hebben. De rode haren van Fredrik Bakker-Beter. Alex Koolman van Sport Vlaanderen-Baloise. De hele koers mee in de aanval. Sport Vlaanderen-Baloise, goed gedaan. 22 jaar. Hier is Brent van Moer. Altijd gretig. Hè. Altijd die koerst graag. Hè. Maar, je ziet op dat gezicht dat hij graag zit te koersen. Zo. Mooie coureur ook. Ja. In de stijl van als hij inderdaad zich platlegt in een tijdrit. Daar gaat kracht van uit. Hè. En hier komt Jules Hesters. Je ziet meteen het verschil. Hè? Iets gedrongener. Iets... Jasper de Buist doet in de trui van Lotto aan en je hebt Jasper de Buist. Het is Jules Hesters. Jules Hesters. Ja. Hebben we iets anders gezegd? Nee. Ah, oké. Frederik Bakkaert. Is dat zo'n beetje zoals Mauri van Zevenand straks ook nog toch gaan helpen in de boerderij als je gekoerst hebt, als je s'avonds thuis komt? Ik denk deze wel, ja. Absoluut. Misschien iets te veel gedaan. Alhoewel ik het niet weet eigenlijk. Nee. Worden hier een deel renners die nu de streep passeren uit koers genomen. Ja. Waaronder, denk ik eens kijken, Guillaume van Kersbulk, De Vreeze. En nog wel een hele deel jongens en een deel andere jongens, een paar jongens van Axel Merckx, die blij zijn dat ze eruit zijn, denk ik. Ja. Dat ze mogen stoppen. Ook, hier zijn ze. Kevin. De mannen met baarden van een uur geleden. Dat zijn de laatste, hè. Wel het nodig. Voor de kijkers die nu op 1 kijken. Vanaf 17:55 over een twaalftal minuten. Kun je ook meekijken op Canvas. En dan gaan we het laatste deel van de koers helemaal op canvas kunnen geven. Alex Koolman, amper 22, zoals je zei, heeft Luik Bastenaken-Luik meegereden. Dat was zijn laatste koers tot nu. Ja. Maar rijdt wel Luik Bastenaken-Luik uit? Oké, als 147ste. Ja, nee. Je rijdt wel als 22-jarige Luik Bastenaken-Luik. Ja, en ik zal er nog bij zeggen, als opgeven een beetje te veel in je woordenboek staat, is niet goed. Nee. Is niet goed. Toch zeker niet als jongere. Je moet, als je 30 jaar bent of ouder, dan heb je een bepaald parcours afgelegd. Als je dan nog in het peloton zit,
En dan, heb je, dan weet je wat je gedaan hebt en dan weet je waarom je eventueel stopt of zo. Maar als dat dan zomaar iets is van ja, ja, uiteraard weet je dat je niet vooraan gaat zijn in Luik-Bastenaken-Luik als je Alex Coleman bent en 22 jaar. Maar je moet dan wel de prestige hebben om die koers uit te rijden en het idee hebben van oké, ik heb pijn, maar ik ga er toch beter van worden. En ook het bewijs dat hij daarnaar opgebouwd heeft in de training. Ja, ja. En zo, hè, dat hij daar eigenlijk wel klaar is om die koers uit te rijden. Moet. Ja, hier kijkt iedereen naar uit, hè, José. Eindelijk weer eens een WK in eigen land. Eind september. De plaatsen zijn bekend. De wegritten beginnen in Antwerpen, komen aan in Leuven met een ommetje naar Overijse heen en weer. Wat een parcours gaat dat zijn. Ja, en als corona ons dan een klein beetje verlaten heeft. Als nog niet, misschien niet verlaten, maar dan toch mag op iets meer. Ja, 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 ja. En als je dan ziet de gretigheid in het peloton van de renners die daar van een Pidcock tot een Mathieu, tot een Wout, tot een... zijn er nog? Ja, natuurlijk zijn er nog duizend anderen bijna die graag zouden deelnemen. Ja, dan moet dat eigenlijk voor een onderste wereldkampioenschap met recht en reden in Vlaanderen zijn. Een feest zijn. Een feest zijn. Ja, absoluut. Laat dat een bevrijdingsfeest zijn. Dat zou wel wat geven. Ja, hè? Tegen dan gaan er toch al veel ingeënt zijn. Hè? Ja. Als ze bij Club Brugge in Brugge mogen vieren, dan vind ik dat ze Leuven ook mogen vieren. Nee? Van mij mag het. Graag zelfs. Het is in september, hè? Eind september, hè? Dat is echt in mei. Van mij mag het. We zijn nu nog in mei. Ja, de tijdritten in Brugge en naar Knokke. Ook dat gaat een spektakel worden. Stel dat daar een beetje slecht weer is, herfst, een beetje wind. Ja, ja, ja. Niet simpel allemaal. Maar waarom moet dat altijd regen bij zijn bij jou? Maar nee, ik bedoel... Hey, laat ons er een kan mooie... slecht weer zijn. Ja, natuurlijk. Laat ons er een mooie koersweek van maken. We hebben dat als Vlaanderen en België verdiend, vind ik. Met alle jaren die al voorbij zijn en de koers mee groot gemaakt hebben. De Deense ploeg van Riwal daar ook. In dat wat grauwe kleurtje. En de veldrijders doen goed mee. Ja, ja. Toon Aert zit nog altijd daar op de tweede, derde rij. Wordt daar nog gepiloteerd door iemand. Wordt zelfs nog uit de wind gezet, ja. Maar nu gaat de spanning toch stilaan in de auto's en over. De Noormannen, die zijn nog compleet. De Noormannen hier links, die zijn nog compleet, hè. Ze zijn sterke kerels, hè. Sterke kerels. Daar heeft het weer nog heel weinig vat op. Er zitten ook wel jongeren bij, maar die zijn allemaal 4,25 zo. Al een beetje meer ervaring. Ah, klein beetje meer body, hè. Klein beetje meer body, hè. Noor heeft sowieso al een beetje meer body. Hè? Van Doen. En Van Moer die blijft maar geven. We gaan naar de voorlaatste helling van de dag. De Grootloonberg. Ja. Dat is die helling daar recht toe, recht aan. Op asfalt. 900 meter.
vooruit zo. Ja. Een bankje daarbij. Takeaway. Ja, takeaway. Merlier, heel kijk, is goed, heel makkelijk. Ja, 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 ik wil het net zeggen ook. In het spoor van. Amai. Zit Jens de Busser daar nog tussen? Ik zoek de tricolore mouwtjes. Niet direct te zien. En Wallonie Bruxel die gaat nog een bommetje gooien. Timothy Dupont, denk ik, moet daar de man worden als er gesprint wordt. Ja, normaal gezien wel, hè. Vooraan wordt Coleman gelost bij die beklimming. Ai, ja. 22 jaar. En nog altijd Van Moer, hè. Beeld geweest. En Van Moer blijft, is eigenlijk de oorzaak van het lossen van Coleman, inderdaad. Ja, is zo goed. Maar goed, naam is genoemd, naam is in beeld gekomen, ploeg is in beeld gekomen. Goed gedaan. Want Sport Vlaanderen Baloise zijn ook allemaal hele jonge gasten. Hè? Absoluut, absoluut. Dus op die manier in beeld komen, zeker oké. Okay. De jonge gasten die er blijven in geloven. Je sprak daarnet over Zeg, José. Ja, ja. Hier is er eentje. Ja. Zeg Racing Team, die heel wat voetballers in hun portefeuille zitten hebben. Maar een prima opleidingsploeg ook in de koers. Het is wachten hier in dat peloton. Ja. Iemand durft de verantwoordelijkheid nemen. Misschien denken ze nog dat het te vroeg is. Ze zullen die tegenwind op die kasseistrook al wel gevoeld hebben, denk ik. Hè? Straks, op het eind. En dan kun je je beter nog een beetje verschuilen. Tom Pacaud is de man van Wallonie-Bruxelles, daar in de achtervolging. En hij is in de achtervolging samen met Daan Holle, de man van Sec Racing. Ze komen bij Coleman. Ja, inderdaad. Nu is 3-3. En dat verschil is met 23 seconden. Is dat die twee groepen ten opzichte van elkaar. En daarachter komt het peloton nog niet uit de bocht. Die moeten die bocht hier nu nog aansnijden. Ja, ze zitten dan hier allemaal naar elkaar te kijken. Allemaal naar elkaar te kijken om dan straks op die kasseistroken, denk ik, vooral op die laatste kasseistrook, daar alles, maar dan ook alles eens uit te gooien. Toch maar oppassen dat hier niet iemand bij zit. Nee. Als een Bakkaart of Hesters. En waarom Van Moer niet? Die wel, het, Thibaut Nijs wel nog achteraan in dat peloton. Mee. Is goed. We zijn naar kilometer 180 aan het rijden. Hè? Dus dat is inderdaad goed. Voor een van zijn eerste wedstrijden van het jaar. We blijven nog een kleine 3 minuten op 1. En schakelen dan volledig over naar Canvas. Dus... hou misschien uw afstandsbediening klaar als u nog niet op Canvas aan het kijken bent. Hier komt die U-turn en daar moet voor gevochten worden bij die mannen. Nu weten ze het allemaal. Wie is nog bereid om zich ervoor te gooien? Die mannen vooraan die hebben de vrije ruimte. Hier kan er een probleem. Ja, je moet hier in principe binnen de 20 eersten zitten. Hè? Absoluut. 15, 20 eersten. Zeker weten. En anders is dat wringen en is dat hollen en stilstaan. En als er dan wegrijden, Hesters, krijgt het hier lastig op dat piekje van 14%. Als je nu ziet wat Van Moer nu allemaal... Ja. Als hij dat inderdaad en allemaal kan. Dan, hè, dan... Als hij dat over had voor de finale. Oké, okay. Maar hij heeft het misschien over voor de finale. Ja, hij gaat... hij is bezig aan een hele... Mee voor de prijzen, hè. Ja. De strijdlust. Ja. En nu? Als die er al is. Ook Lotto vooraan in het peloton. De World Tour ploeg neemt haar verantwoordelijkheid. Arkea, is dat Capiot? Die probeert ook wat voorsprong te nemen. Of Bram Welte? Ik denk ook... Ja, het is, denk, die is groter. Hè. Capiot is kleiner. De Toonaars die we daar zien doorschuiven. Schuift Toon mee. En Merlier, denk ik. Vijfde, vierde nu. Bochtjes pakken voor veldrijders. Ja, geen probleem. Beetje van Ascent. Nou, wel en nu? Staan. Ja, nu is het over hier. Hè. Van Ascent vasthouden om daarna daar, zoals de crossers. Ook al zoals de crossers. Ja.
Ja, en nu? Ja, het ligt erin. Het ligt wie erin. Trekt er door? Wie kan er doortrekken? Trekt er door en wie zakt er door? Gaan we daar zien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiental? 8. Mannen van Uno X. Intermarché, moeilijk. Niet mee. Niemand mee. Ja, twee man van Lotto, dat is goed. Dan zijn we nog Van Moer vooraan. En Toonaerts, denk ik. Ja, Toonaerts, denk ik wel. En Merlier? Is dat Merlier? Ja, Merlier, denk ik. Normaal gezien, denk ik. Ja, zou dat Merlier moeten zijn. Welkom, kijkers van Canvas. Wie al de hele namiddag heeft gekeken op 1 naar deze 73ste editie van de Ronde van Limburg, heeft een paar aanvallers gemist. Waarvan er nog eentje nu vooraan blijft rijden. Dat is Brent van Moer, de Lotto Soudal-renner. Hier is het gezelschap van Frederik Bakkaert. Die is er in een tweede, derde schuifje naartoe gereden vooraan. Cédric Bulles en Sven Burger waren de andere eerste aanvallers van de dag. En tussendoor nog een aantal renners die proberen aansluiting te krijgen. Zoals deze Alex Koolman hier achteraan van Sport Vlaanderen. Tom Paco en onze Nederlandse vriend... Hole. Ja, Hole. Ik zoek zijn voornaam. Dan. Dan Hole. Die proberen nu naar de kop van de koers door te rijden. Jules Hesters is de man die daar nog tussen rijdt. De Pistier ook mee in de aanval geweest. In een wedstrijd waarin de finale nog echt moet gaan losbarsten. Alle hellinkjes zijn nu achter de rug. In totaal waren het er 14. En we krijgen nu nog in volle finale twee kasseistroken. De Manshoven en Op de Kriezel. Ja, mooie namen. Twee zware stroken, van... vooral gezien de kilometers die voor de boeg liggen, of die achter de rug zijn, zal ik maar zeggen, die daar echt dubbel gaan doorwegen. Maar Van Moer is wel uit het zicht verdwenen. Ja, ik ben benieuwd of daar een John Degenkolb daar echt op die kasseien iets gaat uitpakken, zoals hij dat in het verleden ooit gedaan heeft. Dit is toch al meer dan een half minuut, denk ik. Oh, Jules Hesters. Oh, wat jammer. Oh. Schakelprobleem. Een probleem met de pedaal of alles is naar de Filistijnen. Ja, krijgt hij erop? Nee. Toch niet? Proberen. Ja, op zich. Jammer. Ja. Maar het vet was toch al van de soep. Misschien, hij was inderdaad al gelost. Dat klopt. Maar op die manier, dan moet een passen. Ja, dat is waar. Voor een jong gast van 22, ik denk dat daar serieus geplukt wordt. Krijgt hij hier toch nog aan de gang? Ja, vooral mochten die mannen daarvoor blijven. Hè. Stel dat die mannen daarvoor blijven, dan is dat dubbel erg natuurlijk. Ja. Als die allemaal worden ingelopen, dan is dat... Het peloton komt niet dichter, hè? Nee. Dit is... Kijk, bevestiging. 1-0-4. 1-0-4 achterstand voor dat peloton. Dat zag je in beeld inderdaad, dat die niet dichterbij kwamen voor die heel veel vertrouwen in Van Moer. Ja. Als ze dat nog of in Bakkaert, hè? Controleren bij Lotto. Ah, Jules Hesters, wat jammer. Goh. Het is waar, hij was er niet meer bij vooraan, maar op deze manier pech hebben. En die ploegleiderauto kan er niet naartoe, hè? Nee, helemaal niet, hè. We nemen zo dadelijk afscheid van de kijkers van 1. U kan de wedstrijd blijven volgen, de finale van deze 73e editie op Canvas. De mannen van Lotto spelen de kaart van Moer. Laten het werk over aan Merlier. Hebben schrik van Merlier. Af te stoppen. Kan ik mij wel in vinden ergens. Jelle van Hendert. Laatste minuut om hier op 1 de koers te blijven volgen. En dan gaan we de volledige finale op Canvas kunnen aanbieden. Er is weinig volk hier weggevallen achteraan. Kijk, Thibault Nys is perfect nog altijd mee. Goed. Stilgevallen, zoals je er net al zei. De heuveltjes dus, overleefd, inderdaad. Maar dan kan hij bijblijven, inderdaad. Maar gaan die nog terugkeren om te strijden voor de overwinning? Hou uw afstandsbediening bij de hand als u nu nog op 1 aan het kijken bent. Kijkers, over minder dan een halve minuut zijn we volledig op Canvas. Laatste seconden op 1. En u moet nu overschakelen. Voilà, de koers zit volledig op Canvas. Alles wat u nog moet zien, kan u nu beleven.
in dit laatste kleine half uur wedstrijd. 73e editie van de Ronde van Limburg. We zijn om 13:30 vertrokken in Hasselt. Toen het wat miezerde en wat druppelde, onderweg is ondertussen de zon erdoor gekomen. Hebben we op droge wegen kunnen koersen. Hebben we 14 heuvels achter de rug. En gaan we nu nog in de finale twee kasseistroken moeten overwinnen voor in een totaal van een kleine 3 kilometer. Dus dat is nog wel wat. In aanloop naar een wedstrijd die 200 kilometer zal geduurd hebben. De mannen van Kobeke Assos, een van de 3 World Tour ploegen aan de start. In dienst van misschien wel Dimitri Klaas, maar die heeft ondertussen al wel een pijl verschoten, ja, denken toch, wij. Iets, ja, toch een kleintje, zal kleintje. Ik maar zeggen. We zien hem daar in derde. Is nog altijd mee, ja. Van het team. Voilà. Ja. Maar dit peloton heeft wel 1 minuut achterstand. Heel veel werk gedaan, die mannen van Kubeka. Heel in het begin van de wedstrijd. Juist. Heel vaak in beeld gezien. Voor op een moment dat dat nog absoluut niet nodig was. Er gebeurde niets. Ja. En dan, wanneer ze de vluchters eigenlijk konden aanraken, ze terug laten een minuut wegrijden. Is dat een probleem voor Coleman? Ook daar pech. En Philippe Walsleven doet dat goed, hè. Maar gaat hij die ploeg nog kunnen terugkopen? Hindernis, zal ik maar zeggen, op dit parcours. 1300 meter. En wat een koers heeft Brent van Moer gereden. Oei, oei, oei. Dat is fenomenaal. Als hij inderdaad stand houdt, dan hebben ze bij Lotto Soudal misschien ook een beetje zand in de ogen gestrooid van de anderen. Hier gaat onze vriend Daan Holle. Ja, met een versnelling. Gebruik niet direct rechts het paadje. En daar blijven onze vrienden Van Moer en Bakkaert samen. Bakkaert, de meeste ervaring, laat Van Moer dat werk opknappen die al zoveel op kop heeft gereden. Ja, ik zou eigenlijk de zaken een beetje omdraaien, mocht ik van Brent zijn. Maar dat zit niet in zijn natuur, terwijl Daan Holen echt wegrijdt van Koolman. Ja, dit is duidelijk een betere kasseirijder dan de andere twee. Met Tom Paco daar ook bij in dienst, dan nemen we aan van Timothy Dupont, als hij daar nog bij zit, om eventueel gaan sprinten. En hier moeten ze nu toch een halve minuut afdoen, dat peloton. Ja, maar het is wel zo natuurlijk. Ze zijn daar vooraan man tegen man aan het koersen. Dus mochten ze met 5 samen zijn, het zou iets makkelijker zijn. Maar nu zijn ze echt man tegen man aan het koersen, wat het alleen maar moeilijker maakt om voorop te blijven. Oh, kijk eens hier. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Hoe goed is Van Moer? Moet Frederik Bakkaert passen in het gootje nogthans? Tegenover deze Brent Van Moer. Als hij nu straks van die tweede kasseistrook af is, heeft hij een tijdrit van 12 kilometer voor zich. Fenomenaal. Kan hij dat nog? Wat een koers. Ja, dit is heel straf. Nu ga ik recht staan en mijn pet afdoen. Hè. Vertrokken na 60 kilometer. Hè. Dat worden straks een aanval van 140 kilometer. De motor van de koers geweest. En blijven rijden altijd. Heel altijd veel blijven rijden. Hè. Deze hole is nog fris. Komt nu zelfs terug op dat wiel van Bakkaert. En waar is de versnelling uit het peloton, als dat nog kan gebeuren? Dit is Tom Paco. En daar zitten nog auto's tussen. Ja, die gaan er van tussen moeten, want zijn overal een beetje renners. Waar is het peloton? Nu, hier is het peloton. Er is nog een kloof. Het is nog 16 kilometer en minder dan een minuut, hè. Goed, ja. Het vermindert inderdaad. Tegen en nu afstoppen, hè. Florian Vermeers. Goed zo. Knap dat hij zich daar tussen gaat mengen. John Degenkolb ook. En is dat dan nog Grignard? Dan
is Bakkaert nog in staat om naar Van Moer toe te rijden en in het gezelschap van Holen. We kijken hier mee met de bocht, maar daar komt niemand meer. Hij is weg. Het was inderdaad Christophe Noppe die daar langs de kant van de weg reed. Maar deze man is oersterk vandaag. Stel u voor dat hij wint. Wat een numero, ja. Oeh, dan is alles wat we gezegd hebben, of ik gezegd heb. Oh, maar ik gun het hem, absoluut. Ja. Man, 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 wat een wedstrijd. Bij Rita. Voilà, dat is het stamcafé van Rick de Leeuw. Ah ja? Bij Rita. Ja, ik ben er vanmiddag voorbij gereden. Er zat één iemand op het terras. Ik weet niet of dat Rita was. Ik weet niet of Rick daar nu tussen het publiek staat. Maar als je bij Rita langskomt in Hex, dan is meestal Rick de Leeuw daar te gast. Wielertoerist gereden. Ha! Dat is niet waar. Ik weet het niet. Dat is Grignard. Oh, sorry. Man, man, man. Rustig, rustig. Ja. Ja. Brent Van Moer is een beetje groter en een beetje steviger. Ja. We zitten naar de leider te kijken. Maar nu zijn dat toch 3, 4, 5 renners met pech onderweg. Wat gebeurt er hier nu toch? Waar zijn we? Waar wat is er gebeurd met Grignard? Aangevallen in de bocht. Okay. Ja, ja, ja. Een slipper. Ja. Terwijl we net nog de lof zongen van Rick de Leeuw. En dit zal hij ook heel graag zien, Rick de Leeuw. Dat deze Brent Van Moer nu vecht voor wat hij waard is, nu nog. Het zijn geen 12 kilometer tijdrijden, het gaan er 14 moeten worden voor Brent Van Moer. Nog één keer herhalen, de vice wereldkampioen tijdrijden bij de belofte in Innsbruck 2018. Mikkel Bjerg dan alleen maar voor zijn geduld. Behoorlijk op de wedstrijdradio, uiteraard onder de druk van de mannen van Lotto, die Vermeers. Daar met een John Tegenkolop en Vermeers uiteraard heel goed aan het afstoppen zijn. Absoluut. Maar dit is een kloof die... Daar zijn Bakkaert en Holen, denk ik. Ja, die hebben elkaar gevonden. En kan die Holen dan nog eens een sprong wagen op de laatste kasseistrook? Maar Bakkaert zijn net al gelost, klink uit het wiel gereden van een Van Moer die al een ganse dag voorop rijdt. Dus er is duidelijke verschillen. Ja. Het zijn nu eenzaten. En straks na 12 kilometer linksop draaien, wind in de rug. Dan heeft hij de wind mee, ja. Het is nog een kilometer of 3. Maar die voorsprong... Degenkolop natuurlijk, wanneer die zit af te stoppen. Eigenlijk dat is een zwaar gewicht. Ja. Ja, ja, ja. Dat is, een zwaar gewicht. Dat telt voor 3, hè. Dat voel je. Die telt voor 5 eigenlijk. En wie reageert er nu? Intermarché. Wantigobert. Ze gaan het zo moeten doen, want Danny van Poppel, hun snelste man, is al uit de wedstrijd. Ja, Kevin van Melzen. En Kevin. En Degenkolop mee. Onze Waalse vriend doet dat niet slecht, probeert dat nog. Maar kijk, die minuut staat daar wel, hè. Ja, ja, het is alleen nog afrekenen met die achtervolgers. Weet Van Moer nu toch ook wel, hè. Maar hier zit geen verval op. Nee, er zit niks verval op. Dan heeft hij in die, die fases, die misschien niet in beeld waren, toch zich wel inderdaad wat kunnen sparen en... Heeft hij dan toch anderen het werk laten doen? Ik weet het niet. Ja, ik heb het niet gezien. Maar in beeld... toch al 2,5 uur te kijken. In beeld was het niet. Nee, 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 nee. Hij is de man die de koers wint. Hoop ik nu. Ja, nu mag het toch niet meer fout. Nee. En hij is de man die, die echt wel, echt wel... Ja, dit is een huzarenstukje. Dat is een nummer. Ja. We zitten naar iets te kijken. Ja, ja, ja. Ja. Dit is... En ik kan je wel zeggen, ja, maar het is de Ronde van Limburg. Nee, nee. Dit is chapeau. Laatste hindernis. Deze tegenwind, duidelijk nu, kasseistrook. Ja, jammer. Dit nog overwint. En het loopt op nu nog. Hè. Dit is het laatste harde stukje.
En als hij straks dan inderdaad de goede richting uitdraait, wind in de rug, dan moet dat vleugels geven. Chapeau voor Kurt van den Wouwer ook, hè? Uiteindelijk. Ja, maar ja. Ja, ja, maar dit dan is... Dan moet je het wel zeggen van... Op een bepaald moment moet er het vertrouwen toch gegeven worden aan Van Moer. Ja, ja. Ze komen niet dichter, hè. Komt van opleiding uit zijn eigen opleidingsploeg, hè. Papa Van Moer had een eigen juniorenteam dat eigenlijk gegroeid is uit het Avia-team. Waar Van Wilder, Ilan Van Wilder ook komt. En Sascha Weemaas, allemaal uit dezelfde opleidingsploeg van allemaal Van Moer. Oké. Kijk, wel in één beeld te vatten, maar... Ja? Ja. Ah. Pas op, hè. Ja. Ja. Dit is... Het zijn nu de mannen van... Zelfs Hole en Bakkert worden ingelopen nu door peloton. Merlier. Maar Merlier. Vermeers en Degenkoop moeten dat blijven afstoppen nu, hè. Ja. Kijk hoe lastig dit... Kijk hoe lastig dit is. En dan ging dat toch iets vlotter, vond ik, zelfs bij Van Moer. Dit oplopende stuk voor Bakkert en Hole... Echt vechten. Hè. Dit is echt vechten tegen de wind op kasseien. Oplopend stuk. En komt het peloton nu wat dichter. Wie is daar nu de motor? Ja, maar ze zitten daar. Zit daar Alpecin Phoenix. Heel sterk in derde en Degenkoop positie. Op 3. Ja, ja, dat is goed. Dat is en goed. Op 7 Vermeers. Kijk eens aan. Ja. Ja, dit is de boel blokkeren. Alle credits nu voor Brent Van Moer, die het nu alleen nog moet afmaken. Alsof dat een fluitje van een cent was. Ja, dat is het hem juist. Dus, 12 kilometer nog. Ja, godzijdank heeft hij de wind in de rug. Het is wel een hele brede baan waar ze heel ver kunnen vooruitkijken. Kilometers ver bijna. Een beetje op af. 148 kilometer op dit moment in de aanval. Voilà. Hij is er vanaf. Eten en drinken. Drinken vooral nu. Hier nog niet op de grote weg, straks nog eens links opdraaien. En dan als pas... daar nu op staat dat zo ongeveer 50 seconden is, dan moet hij daar toch nu ook wel moed kunnen uitputten. Ja, deze mannen wordt dat is gedicht. Dat is ideaal. Dat is het ideaal. Is gedicht. Ja. Koers en lamgelegd nu achter Van Moer. Dan moet die man van... Wie is er nu in staat om... Misschien Phoenix nog grote werk doen. En dat, die gaat ook wel stil aan de moed verliezen. Hier, dit is hier, wel nog een grote groep, hè? Ja, maar hier ze hier van achteruit allemaal vooraan gekomen zijn en zich kunnen er organiseren, ja, dan valt het misschien nog een beetje stil en kan het misschien nog de schade beperken of zelfs verder weglopen. En als Thibaut daar nu nog aanhangt van achter, dan heeft hij ook een goede koers gedaan. Ja, ja, en een stap vooruit gezet. Ja. Wees maar zeker. Op deze weg links dendert hem richting Tongeren, stel u voor. Drie kwart minuut. Dit... zou moeten voldoende zijn, of krijgt hij nog zo'n dip? Het zag er toch niet naar uit. Nee, het zwaarste is achter de rug. Nee. Dus je ziet hoe hij daar die laatste keer op de kriezel weg, kasseiweg, naar boven knalde. Dan, geen verval op, hè? Ja. David van der Poel. Zijn broer staat 2 keer op de erelijst. En ook hij als veldrijder, kilometers maken nu. Ja, die basis Klaas, Dimitri Klaas zit er ook nog klaar. Die zit klaar, hè. Die was er eigenlijk dichtbij. Die was er dichtbij, maar die is... Ze zijn allemaal dichtbij Van Moer geweest, dat straf bekeken. Ja, maar niet op het wiel, hè. 45 seconden wordt nu gemeld via de wedstrijdradio. Op 10 kilometer. Als een peloton op snelheid is, kan men... kan het rap gaan. Minuut op 10, zegt men altijd, maar... Ja, zeker op... Maar nu gaan ze de weg links de grote weg op. Ja, als 23-jarigen dit afmaken. Ja, het maakt niet uit in welke koers. Dit is een grote nummer. Nee, dat doet er niet toe. Dit is 200 kilometer ook. Hè? Ja, dit is een parcours. Draaien, keren, berg op, kasseien, wind, slechte weersomstandigheden geweest. En dan dit doen als 23-jarige, dan heb je een andere dimensie, zal ik maar zeggen. Dan kan je hieruit, van hieruit moet je doorgaan. Ja, ik denk dat ze in Paul Beringen ook wel trots gaan zijn. De fietsenconstructeur, ook Limburgs. Ja, ze moeten met deze man echt gaan werken. Ja.
Niet dat ze dat niet gedaan hebben, hè. Dat zeg ik niet, daar ga ik nu niet over oordelen. Maar dit is een talent die zoveel kan, dat je daar geen fouten mee mag maken. Nee. Dat bedoel ik. Nee. Je moet die niet laten aan zijn lot overlaten, er moet echt meegewerkt worden. We hebben hem al bezig gezien in een hele sterke driedaags van de pannen. Juist. Heel sterk in de wind, in de windslag daar, waar hem ook gaat gaan voorrijden nog op het einde. En hier Degenkolb en Vermeers, ja, dat is de max. Hè. Ja, dit is mooi. En zoals ik daarnet al zei, ja, met een Vermeers, maar vooral met een Degenkolb. Uh-huh. Die is zo impressionant, zal ik maar zeggen. Daar hebben die andere jongens zoveel respect voor. Die sprint straks misschien nog naar de tweede plaats. Kan ook. Misschien, hè. Grignard komt terug? Of... Verschaven. Nee, verschaven. De jonge gastjes lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja, en nu de verbrokkeling. Ja, het kan nu wel snel gaan. Als er nu versnelling komt in dat peloton, waar alleen de sterken gaan overblijven, blijft nog 3/4 minuut. En we tellen de kilometers langzaam af. Nog 8,5 voor Brent van Moer. Yes. Mannen van Bingo Wallonie, natuurlijk, voor als die daar nog bij zitten. Ook de mannen, Bert de Bakker nog. Ah. Doen we toch. Ja, nu komen ze... Nu komen de sterke beren nog naar voren. Geniet van de stijl van Brent van Moer. Dat gaat nog altijd vlot. Daar straalt nog altijd kracht van uit. Daar zit nog geen verval op. Kijk eens. Als je nu nog gemiddeld 55 kunt blijven rijden. Als één zaad tegen het peloton. José, dit is bewonderswaardig. Ja, ja, het is een kanjer. Hè, ja. En hij doet dat van bij de jeugd al. Hè. Hij heeft hele mooie uitslagen gereden bij de jeugd. Het was een beetje à la Thomas de Gent zo. Maar als je dan zag wat hij allemaal gedaan had onderweg, dan was die uitslag nog eigenlijk fenomenaal. Hm. Werd zesde, werd vijfde, werd vierde, won niet. Okay. Maar de ganse dag voorop gereden en in alle aanvallen gezeten. Ja. En dan toch nog vierde. Dan word je sterke coureur. Thomas de Gent. Ja. Ja, ja, ja. Die ene geboren in Sint-Niklaas, deze geboren in Beveren. Dus het zou kunnen. Hè? Allee. Dat we Waasland, een nieuwe Thomas de Gent hebben. Het Waasland glorieert. Het peloton dunt nu ook uit. Ja, ze zijn natuurlijk met velen, hè, voor te jagen. Nog 7 kilometer, 36 seconden. Gaat het nu zo snel? Ja, maar dat rechte stuk. Het is een rechte stuk dat niet in het voordeel is van Brent van Moer natuurlijk. En dat hele verhaal hier kunnen... Degenkolb en Vermeers moeten nu echt gaan proberen. Ja, maar dat, Bert de Bakker die toch wel een serieuze inspanning nu heeft gedaan. De mannen van B&B. En hier zien we nog Jens de Busser. Jens de Busser, hè? Ja, ja. Degenkolb daar nu. Ze zijn nog met twee natuurlijk bij Lotto om af te stoppen. Als ze aan het draaien zijn, je kent dat verhaal. Hè. Hij zou moeten kunnen aan de bochten beginnen richting de streep. Zo snel mogelijk nu? Die zijn er bijna niet. Het is die mooie weg die hem eigenlijk... Nekt. ...parten speelt. Net niet nekt, gaat nekken. Maar wat er ook van overblijft... Het is een formidabele nummer. Ja. Kijk, nu... 134 kilometer in de aanval. Op dit moment. En rechts achteraan... ...krijgen die mannen van... B&B Hotels daar steun. Als ze het alleen moeten doen. Nog twee drinkbussen ook mee. Zit er nog veel in? Mag er geen weggooien. Hè? Hij moet wachten tot op 4 kilometer van de streep. Ja. Daar is de laatste wegwerpzone. Voilà. Tussen 5,5 en 4 was het zeker. Ja, hier is het. Dat ziet u aan die borden. Voilà. Toch een paar 100 gram minder. Ja, 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 ja. Alles is voldoende om het te doen. De wegwerpzone, ik geef zeker nog eens mee, zeker als je de koers op een motor volgt,
tijdens de koers. Het is niet altijd in beeld, maar renners sparen inderdaad hun papiertjes van een gelikers. Gooien daar inderdaad. Wat dat betreft is wielrennen een veel grotere discipline dan die andere sport in België. Hè? Absoluut. Als je daarachter rijdt en een groep van 150 renners en die gooien allemaal hun papiertjes weg, op dat moment rij je over een tapijt van papiertjes. Hè? Is toch niet aan het lekrijden, hè? Nee, toch? Nee. Tongeren komt eraan. Onze lieve vrouw Basiliek en dan ook Ambiorix. Kijk bewonderend naar de werken van Brent van Moer. Dit zit er hier nog altijd toch goed uit, hè? Die halve minuut. De eenzame fietser. Groot. Ik hoop nu zomaar plots even... In uw gedachten? In mijn gedachten. Dat is goed, dit is goed. We gaan een beetje de andere kant uit. Ze kijken een beetje naar elkaar. Ik ga eens kijken of ik kan timen aan die kramen van dat rode spul dat er staat. Nu toch maar een paar seconden verloren in de voorbije kilometer, anderhalve kilometer. Eens kijken. Schommelt rond de halve minuut. Als dat erbij blijft... Tak. Was het dat? Nee. Die laatste stijgende kilometer, die laatste paar honderd meter, zou er misschien nog... Gaat hij stilvallen of niet? Brent van Moer op weg naar, uiteraard, de mooiste zegezing. Als het al zijn eerste profzege niet is, wellicht wel, hè? Ik denk het wel, ja. Als je zo je palmarès kunt openen. Nu nog, misschien in zijn voordeel. En het jagende peloton. De laatste 3 kilometer voor het peloton. Ja, inderdaad. Dus Van Moer is daar al even voorbij. 3,24 seconden. De laatste 2,5 kilometer. Nog een heel klein beetje rechtdoor daar. En dan gaan ze achter die bochten, die paar bochten, die kunnen hem misschien daar, een klein beetje... Die moeten hem helpen. Als daar de mannen van Lotto Soudal nog eens kunnen tussenwringen. Wat kunnen John Degenkolb en Florian Vermeers nog... Betekenen. ...van afstoppingswerk doen, ja. 21 seconden nog, dikke 2 kilometer. Je wil hem zo naar voren duwen. Het loopt hier dan ook nog weer een beetje stukje, ja. Op. Ga nog eens recht op de pedalen lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. En nu doet neutrale auto voorbij. Dat moet ook wel. Maar wat wil ook wel zeggen? Dat altijd ze op komst zijn. Kilometer, ja. 2000 meter. 138 kilometer in de aanval. De Noormannen gaan nog eens een snok aangeven. Er zijn nog 3 man van Arkea Samsic voor Capiot. Hier hebben we achteraan Vermeers. Die natuurlijk veel werk gedaan heeft. En nog eens naar voren zich wurmt. Bochtje misschien in zijn voordeel nog dat hij een beetje uit het zicht is. 13 seconden. We gaan naar de laatste 1,5 kilometer. Voor Brent van Moer.
Nu gaat het beginnen met de bochtjes. Is dit in zijn voordeel? Op grondgebied Tongeren nu. Richting... Nog eens op de pedalen. De Eeffeestwal. Als hem kan. Er zijn nog een bocht of drie, vier nu voor hij in de slotkilometer komt. Kan hem een beetje helpen misschien. Dit is nog 7 seconden. 12 seconden, 13 seconden. Dit kan niet, de 4, 5. Dit is een beetje snel. Nee, 13 seconden. Nog een bocht. Het laatste stukje rechtdoor nu. Voor hij onder de spandoek komt van de laatste kilometer. Daar hangt hij, de laatste 1000 meter. Brent van Moer op weg naar een klinkende overwinning. Misschien. 139 kilometer nu in de aanval. Daar zijn ze. Ze zien hem rijden. In die laatste 900 meter nu. Er zijn nog 2 bochten richting de streep. 12 seconden. En het loopt dan een heel klein beetje op. Met nog een flauwe bocht naar de streep. Die laatste stijgende lijn van die laatste kilometer zou er kunnen te veel aan zijn. Zou wij kunnen... Florian Vermeers komt daar nog wat piepen. Zou er kunnen te veel aan zijn. Voorlaatste bocht. Oh, verkeerd gereden. Nee, dat kan toch niet. Daar is hij. Oh, nee. Oh, nee. Brent van Moer is verkeerd gereden. Hoe kan dat nu? En hier gaan ze sprinten voor Arkea Samsic. En wordt het dan toch een sprint. Van Moer is dus ingelopen, komt tegen, komt er nog aan dat wiel. Arkea Samsic met z'n tweeën. Voor Capiot of voor McClay. Even kijken naar wie de sprint kan af gaan maken. Komt Merlier er nog over? Merlier gaat er nog over komen. En Tim Merlier gaat hier winnen. Tim Merlier wint de koers hier voor McClay, inderdaad. Ho, wat is dit voor een ontknoping. Waar is dat nu gebeurd? Waar is dit nu gebeurd? Alle verdiensten voor Tim Merlier, natuurlijk. Chapeau. Hebben we daar een beeld van? De snelste man van het beeld pak, van uiteraard. De foute passage van Brent van Moer. Oh, maak dat mee. Hier. Ja, je wint. Winnek, ja. Ja, je wint. Ja, proficiat, Tim. Ja, ik weet niet natuurlijk dat hij gewonnen heeft. Hè. Is mist van Moer. Ah, hij heeft van Moer niet gezien? Nee. Natuurlijk niet. De snelste van het pak, jawel. De ploeg ook gereden voor hem. Zeker weten, hè. Ja. Onderweg. Ja. En hij ziet dan niet alles... in de finale als Van Moer weg is. Maar hoe kun je nu in de laatste kilometer nog verkeerd rijden? Ander parcours, hè? Afleiding gevolgd van motoren of auto's. Oh, Brent. Is het hier in beeld? Is het hier gebeurd? De afleiding van de auto's. Ja, en hij moest rechtdoor. Maak dat mee. Oh, dit is balen. We zullen natuurlijk niet weten of hij ging voorblijven, want ze kwamen heel snel. Maar dit mag natuurlijk nooit gebeuren. We gaan het nooit weten. David van der Poel, die zijn ploegmaat, feliciteert uiteraard mee. Goed gewerkt. En dat hebben we een uur geleden. Laurens de Vreeze, Guillaume van Kersbulk. Ja. Hebben eigenlijk ook wel hun deeltje van het werk gedaan. Een deel van het werk gedaan. De koers ondergaan naar zeker het einde weten. Toe. En naar het einde toe. Zeker niet de sterkste ploeg naar het einde. Nee? Want dat was Arkea Samsic en de mannen van BMW. Was op het einde ook. Ja. Ze waren er snel. En dan heeft Merlier inderdaad. Ja, je moet hem niet leren positie. Hij kwam redelijk ver in de sprint. Zat daar in die laatste bocht nog 5e of 6e. En kwam dan van achteruit echt heel sterk. Nog achter Degenkolb in de laatste bocht. Ja. Naar McClay toe. Ja, dat was een hele sterke weer om hele sterke... Dus Cameron... Ik weet het niet. Kijk, als je dit nu ziet... Die man niet, die heeft ermee niks te maken. Maar deze man... Kijk, deze. Staan nu toch met een vlag te zwaaien in het midden van de weg. Die renner rijdt toch altijd de weg op. Dan is het logisch, denk ik, dat die renner niet rechtdoor rijdt. Ja, en dit is ook het gevolg van de laatste ronde een ander parcours te rijden. Ze hebben die laatste kilometer op die manier niet gereden. Ze zijn hier altijd voorbij de streep gekomen van de andere kant uit. En daar rijdt Florian Vermeers verkeerd dan? Die dan in het midden van het pak zou je kunnen zeggen, die rijdt verkeerd om de boel mee te krijgen. Zo zou je het ook kunnen spelen. Maar dit is een ander verhaal. Ja. Ja? Dit is een ander verhaal. Ja. Maar
Je gaat natuurlijk drie keer hier voorbij komen en dan kom je van de andere kant. Oké. Okay. En nu rij je een andere laatste kilometer. Maar de seingever... Sorry. Ja, nee. Fout. Die staat daar niet op zijn plaats, toch? Nee, staat er helemaal niet op zijn plaats. Zeker niet als de kop van de koers daar moet passeren. Nee, staat midden op de weg. Dus er waren op dat moment ook geen auto's. Geen auto's om af te verhaal. Ja, Tim Merlier, een bijzonder spannende finale. Je leek wel even verrast of je wel zou winnen of niet. Ja, op 500 van de streep waren een paar renners verkeerd gereden. Dus ja, eerst wou ik daar nog ook de verkeerde weg nemen. Dus ja, was ik het volledig uit het oog verloren als Brent van Moer nu gegrepen was of niet. Dus ja, ik stond ook wel mijn handen in de lucht, maar dan dacht ik, oei, winde wel. Dus ik wist het eigenlijk niet, ja. Dus het moment dat je over de streep rijdt, was je niet zeker dat je gewonnen had? Ja, eerst wel. Ik stak mijn handen in de lucht en dan dacht ik, oei, ik zal toch niet tweede zijn of zo, maar gelukkig win ik de koers wel. Heb je het ook zien gebeuren op het moment dat Brent van Moer verkeerd reed? Nee, ik denk dat Florian Vermeers ook daar verkeerd reed. Dus. Ja, thanks. Ja, we rijden daar zodanig rap, dus niet veel tijd om na te denken. Het was ook een hele spannende wedstrijd. Hè. Jouw team heeft ook hard gewerkt om Brent van Moer terug te halen. Maar dat leek een bijzonder moeilijke opdracht. Hè. En op het einde was het eigenlijk nog, zat hij een beetje alleen nog? Ja, Guillaume en Lorenz hebben hun werk meer dan gedaan. Maar het was zodanig nerveus, dus ze kwamen alle kanten. Dus dan is dat moeilijk voor de jongens om vooraan te blijven. En op een bepaald moment moeten ze toch ook plooien. En dan hebben wij een beetje gepokerd. En uiteindelijk komt alles goed uiteen. Hoe is die afgelopen week nu gegaan? Want vorige week stapte je uit de Giro met enkele klachten. Maag- en darmklachten. Hoe is die week verlopen nu? Excuseer? Je bent vorige week uit de Giro gestapt hè, met maag- en darmklachten. Hoe is die week nu verlopen? Ja, ik ben uiteraard veel beter. Maar ik had me toch... op training was het gevoel toch terug goed. Maar vandaag was ik toch niet zo helemaal 100%. Maar... Ja, ik win de koers, dus ik mag zeker niet klagen. En hoe is het nu programma voor de komende weken nog? Nu zal het even bekomen zijn. En dan zal het dwars door het Haaland als tweede ronde rond van België. Zo verder. Oké, okay, bedankt. Ja. Dus, hij is sterk, hij was de snelste sprinter hier aanwezig, absoluut. Tim Merlier, vuistje met Degenkolb, vuistje met McLay. Van overwinning naar overwinning. En een overwinning die lag te grijpen toen het gisteren bekend werd dat Merlier zou starten. Was dit de man die zou winnen. De trofee die Tim Merlier hier krijgt is... kun je herkennen als een gestileerd wiel met een Limburgse vlaag. Dat is het symbool natuurlijk van de Limburgse gastvrijheid. Vanuit dit idee creëerde Hilde van Hees, studenten aan de Hogeschool PXL, een gloednieuwe trofee, dat is hem. En dat is dus een taartschaal geworden die een functionele facet koppelt aan het decoratieve. En het eindresultaat is dus dit rond zegeteken. Weliswaar met een hoek af, want de taartschep die u daar linksbovenaan zag... Of rechtsbovenaan voor de kijker. Dat is dus de schep die daar uitsteekt. En uiteraard is een welverdiend biertje ook het deel dat uitmaakt van deze ceremonie. En hem 100% gegund. Tim Merlier voor Daniel McLay en John Degenkolb. Is een podium waarmee...